Zo, daar zijn we dan. Hele goede avond. Welkom bij deze stream. Dus even kijken. Nou, we gaan nog even minimaal een uurtje knallen. Eens even kijken. Hier is het zo te zien ook gezellig. Even zien. Goedenavond, Woutjo, Mikajo. Ik moet nog heel even aan deze kant wat aanzetten. Hoppatee. Dan kan ik het net allemaal wat beter volgen. Die. Hoppatee. Even kijken. Wat heb je allemaal aan slag- en steekwapens? Ik heb een Firex. Ik heb een knuppeltje. Ik heb een switchblade. En een bajonet. Even kijken, waar wil ik heen? Ik wil naar... die. Laten we hier naartoe gaan. Goedenavond allemaal, welkom. Hoeveel messen heb je al? Ik heb een switchblade en een bajonet. Vind ik net wat fijner. Kaspianse, yo man, lekker weer op de grind, ja zeker. Zeker weer op de grind. Yo Asja, welkom man. Voor jou ook welkom. Wat ga je allemaal doen, Barry? Nou, als het goed is, is Black Waffle vanavond aan het plukken geweest. Dus ik moet even zijn spullen sowieso pakken. En dan denk ik dat ik zelf even de pluks op ga. Dus we moeten het allemaal maar eens even bekijken. Ja, jongens, weet iemand dat? Ze zegt, de een zegt van deze auto die moet je tanken. En de ander die zegt van deze auto hoef je niet te tanken. Omdat die elektrisch is. Wat is daar nou het antwoord op? Dan moet ik eerst... Hoeft niet, oké. Okay. Top. Dan hebben we al veel centen verspild aan de tank. Yo, Mello, welkom man. Even kijken. Ja, ik had het er vanavond met Black Waffle over dat ik er sowieso even naar wil kijken. Naar de donorbalk en alles. Dus ik moet alleen even kijken wat daaruit komt. Even kijken, ik moet een lege hebben. Is
deze leeg? Nou. Nee, hier zit... verpakte dingen in. Ik moet die dingen gaan nummeren. Ook gezelligheid in. En die heb ik natuurlijk nu ook. Je moet een repair kit hebben, lekker man. Laat maar even snel hier kopen. Yo, goedenavond man. Ja, soms heb je dat doodgaan, Black. Pech, ja. Nou, soms heb je dat ook kan gebeuren. Ja, het was zeker gezellig, man. Ik heb me wel vermaakt. Lucas Nijland, hallo, welkom ook. Wat zijn jullie weer aan, jongens? Wat is dit dan? Een repair kit gebruiken en dan nog een veel lampje knipperen. Oké. Jojo. Nice, nice, nice. Games for real. Oftewel Dylan, dankjewel. Hup. Ja, ik moet vanavond kijken dat ik een eilandvoertuig kan fixen. Dat is echt een ding. Op het eiland is de kardiele leeg. Dus dat moet echt gewoon... Ja, ik wil gewoon graag op het eiland ook bezig. Dus ja. Even Twitter een beetje in de gaten houden dat we daar desnoods eentje van kopen. Tim, DJH is geabonneerd. Dankjewel, man. Nice, nice, nice. Het is eerst dat ik op zo'n ding rijd, dus zit even te kijken. Zo, even kijken jongens, wat zeggen we allemaal nog in de chat? Bengel, ik ga lekker bed, pick-up hazie, hoi. Hey, Milo, rustig aan man. Best Bengel, lijkt het je leuk om binnen Future Content Creator te worden? Ja, lijkt me zeker leuk, Milo. Zeker. Daar zal ik zeker geen nee tegen zeggen. Dat lijkt me echt leuk om te doen. Maar ik vind het ook echt gewoon Future leuk om te spelen. Ik heb andere steden even gespeeld en dan was mijn lol weg. Maar ik heb hier echt wel, ja, het gevoel van dit ligt mij. Anders was ik ook echt wel eerder al zoiets van, wow, nou weet je, morgen een keer live.
Maar ik wil echt gewoon grinden. Dat zegt eigenlijk wel genoeg voor mij, zeg maar. Barry heeft gewoon een promo van Dylan gekregen. Top man, dankjewel Dylan. Oké man, dan zal ik daar rekening mee houden man. Je valt op, dus is mooi. Ik ga... Ja, is goed man. Komt allemaal goed, komt allemaal goed. De volgende die de zoveelste keer dat gevraagd wordt, wat voor werk doe je? Ik ben ondernemer. En door mijn ondernemer in de IT, kan ik mijn werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren met content creëren. En dat is een extra voordeel, jongens. Yo Swift. Zeg het eens man. Where are you? Ik rij nu bij de druivenpluk. Maar ik wissel even naar mijn snelle waggie. En dan ga ik even richting Paletto voor de boel bij Black op te halen. Maar ja, die is net dood, dus ik weet niet waar die nou is en zo. Ik heb ook nog allemaal shit man. Ja, oké, dan moet je even zeggen hoeveel shit je van wat hebt. Ik ben nu bij mijn appels, even 5 seconden hangen. Ja, doe maar, dan wissel ik ondertussen even van pak ik even mijn Porsche, dan ben ik ook zo bij de appa. Ik heb sowieso meer dan, wacht, nee, die ton heb ik weggedaan. Wat nou ton heb weggedaan? Wat doe jij nou dan? Syndicate. Toen jij er niet was, ik had even ruimte nodig. Oh ja. Ja. What the fuck? Ik heb 219 onverpakte wiet. Wacht even hoor. Wacht even. Hallo? Nou, meta doen we niet aan. Oh, 9. Hoeveel onverpakte wiet heb je? 219. Ja, die heb ik wel ruimte voor. Maar ik weet niet, moet ik het in zakjes doen? Of? Nou, ik wil kijken dat ik vanavond later even kan verpakken. Ik wil eerst even wiet grinden, zeg maar, en tonnen. Ik denk dat ik deze snel ga verpakken, man. En dan... Ik weet niet. Je moet zwart geld hebben. Hoezo moet je zwart geld hebben dan? Zwart geld is goeie. Oh, laat me... Ik heb nu 25k zwart geld. Ja, ik heb meer. Ik heb vanmiddag... Sorry hoor. Ik heb vanmorgen 102k wit gewassen. Dat is wel een goede call. Ja. Dus... Ik ga even zakjes maken. Ja, kijk maar. Kijk uit dat hij niet geript wordt, hè. Dit is wel het tijdstip van rippers, hè. Ja, dat wel. Ik weet niet of je morgen vrij bent, maar ik kan beter morgen vroeg doen dan ofzo. Vroeg in de ochtend. Ik kijk wel. Ja, dat is goed, joh. Komt goed. Zo, we hebben er nog even lekker 37 mensen aan. Een hele goede avond. Ben je nog niet geabonneerd? Zo, die subs die lopen ook gelijk weer omhoog. Gaan we de 400 vanavond nog aantikken dan? Wajo? Morgen 48 uur streampie, boys. Nee, vrijdag. Vrijdag. Aanstaande vrijdag start ik om 12 uur mijn 48 uur stream. Dus even kijken hoor. Flameslof, Sander Hofman heeft geabonneerd, dankjewel. Lekker bezig, Sam. Straks nog eiland. Dat ligt eraan. Ik moet even eilandvoertuig hebben. En dat zou mogelijk zijn. Maar die kan me 400 pointjes hebben. Dat is wel een goeie. Even kijken. Yo. Oh, jij. Yo. Maar ik ga even... Wat heb je verder allemaal nog dan? Ik heb een 49 verpakte wiet. Ja. Yeah. Voor de rest heb ik niks. Oké. Dus ik ga nu gewoon... Wil je anders rondje rijden dan? Verkopen. Ja, zwart maken dan. Kan ik dan eerst deze snel doen? Dan heb ik meer. Nou ja, maar dan moet ik straks... Ik heb ook nog als het goed is wat 54 zakjes of zo. Ja toch, als jij die even pakt, dan ga ik even snel verkopen. Als je meekomt of zo, want jou kunnen... Ja, of je wil. Ik weet dat dan op stream mag.
Verpak mag wel volgens mij, maar dan moet de kweksel er niet zijn. Daar had ik gisteravond. Heb je extra porto? Manuscript. Een auto, hè? Er is een nieuwe gang of zo. Wat dan? What the fuck? Wachten. Yo, mijn Barry. Zoals yo, altijd. Barry. Yo. Je wordt gehunted, hè? Wat dan? Ja, Jalisco wil je hebben. Wil Jalisco mij hebben? Ja, Jalisco wil je doodmaken. Wat? Ja, mensen die. Als ze, mensen, ze zeggen zo: als je Barry doodmaakt, krijg je meer dan 100.000. Oh? Dat toen je er niet was, toen hadden ze dat gezegd, man. Dus let op. Oh, lekker. Ja. Ja, lekker. Er is nog een gang die dat ook doet, denk ik. Begint dat nu al? Ja, man. Ja, nou. Moeten dus ze wel. Gewoon op je hoede. Ja, we moeten ze wel gewoon een reden voor hebben, toch? Ja, ze zeggen zo. Ja, je levert niet bij ons enzovoort. Ja, dan moeten ze contact zoeken. Iedereen ja, zoekt contact met mij. En ze dus, zeggen ja. Zo, hij krijgt te veel geld in één keer enzovoort. Dat vinden wij niet kunnen. En, ja. Mogen ze vinden. Mogen ze een mening over hebben. Wordt het daar anders van? Geen idee. Ja. Geen idee. Kijk, weet je. De een gunt, de ander gunt niet. Ja, het is voor hetzelfde geld dat Jalisco dat ook kunnen zijn. Dus wat moet je daarvan vinden? Nou, dan wat. Dat, ja. 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 Voor mij wordt het er niet anders van, weet je. Ja, ik zeg het gewoon. Goed, ja, ja, nee, snap ik. Nou, wel goed dat je aangeeft, man. Ja, geen probleem, man. Dus, maar ik ga zo meteen gewoon even lekker een stukje rijden, man. Ja, dat is toch wel goed, man. Dan gaan we wel kijken. En we zien wel wat we gaan meemaken. Ja, ik wil dat je niet wordt vermoord. Ja, zien we dan wel weer. Allee, ciao, ciao. Hey, ciao, ciao. Wat gaan we? Ja, blijkbaar heeft Jalisco de hunt op mij geopend. Omdat ze komen eentje dus, op de kaart, zo boem, op zijn hoofd. Ja, weet je, ze hebben geen reden om wat te zeggen, weet je. Als zij willen dat ik daar leef, dan moeten ze bij me komen. Dan moeten ze niet een hunt op me gaan zetten. Ik ga even snel twee minuten verpakken. Ja, doe maar. Ik kom Porto, punt, ja, je weet wel. Ja, ja, ik pak Portootje zo. Yo, boys. Krijg je dan backup van iemand of niet? Hey, weet jij wie je Barry zoekt? Nou. Jalisco. Jalisco? Nou. Maar dat is wel echt dat grote gang, ben ik gek. Ja, die groot zijn. Ja. Pak. Morgen. Morgen. Hé, hey, Varka, ik hoor je zoekt Jalisco, voor wat? Ja, omdat ik daar niet lever of zo, dan wilde hij me dood hebben. Oh. Wow, en daar gelijk een naam zien. Ik word gebeld. Feesten. Op zijn linkerkaak, broer. Misschien wel twee als ik gul ben, snap je? Ja. Wat ik net hoor is... Ja, maakt niet uit, jongens. Nee, wat ik net hoor is dat hij 100.000 op mijn kop heeft gezet of zo, weet ik het. Nou, dat is, oh, heeft hij wel geld voor zijn vlees, snap je? Dat is toch een flinke kop. Ja, nou, dat betekent toch wel dat ik de boel... Maken, dan heb ik Hallo, wat gebeurt hier allemaal dan? Laat me jou doodsteken, dan kijk ik op elkaar. Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Vrie pootje, bro. Ja, we moeten gewoon een beetje in de gaten houden. Even kijken, ik kreeg een donatie binnen, dus ik ga heel even de donaties bekijken. Hey, even kijken, de naam van Morris de la Porta. Je hoeft je Taycan niet te tanken, het is een elektrische auto. Dankjewel, man, GG's. 200 pumps, 4 bucks. Hoe is 200? Ik ga je zo tegen Rip de boys, dus als ze me niet meer horen, dan moet je even naar... Ja, toch ga je dan? Oké. Okay. Dus als ik niet meer praat, GG's in de chat, 200. Ja, toch? Zit je wiet plukken of niet? Nee, ik ga nu... Dat is pas om 12 uur s'nachts. Ja, ik zit nu gewoon... Even kijken, even GG's voor de Morris. Hartjes in de chat voor hem. Het actief.
Even kijken. Is net begonnen. Die... Ja, wat maken we allemaal mee, jongens? Bij Step City. Even kijken, Patholiek, Reddick, ja, ja, maakt niet uit, jongens. We gaan toch switchen van kanaal, dus maakt niet uit. Je hebt bewaking nodig, ja. Ben je moedje? Ach joh, kleinigheid zei je toch, man. Ik Even kijken, had je voor morgen, jongens? Ik niet, man, ik ben Rens. Yo, yo. Ik ben Rens. Heb je wapen? Nou, dus is Appie toch, of niet? Ja, Appie. Laat ik het zo zeggen, ik heb alleen maar steek. Ik heb verder nog niks anders. Nee, Appie, hij daar. Dat is wel niet goed, mooi, bro. Yo, Black. Swift, ik kom nu nog wel letten, ja? Ja, dat is goed. Ik rij even een beetje rond. Want ik word blijkbaar gehunt, zeg maar. Oeh, oké. Okay. Dus, Kasper die vloog weer eens uit de bocht en die had ze gewoon door. Echte NPC. Dat is echt een NPC. Op de linkerkaak, hij is net op zo. Kijk, op de linker en 330. Ja, we gaan ze waaien. Jij moet vanuit het ziekenhuis komen, denk ik. Nee. 3 kilometer uit. Hey. Oh, kijk. Rij even richting grensbos en weer terug. Ja, prima. Tot zo. Yo. Hoe heeft geen gedrag. Rens, stem je vriendjes, man. Oh, kom goed, Ja, ik heb het... Dus in principe heb ik alle spamdingen van Nightbot uitgezet, dus... Ik ga het even nachecken, man. Maar ja, als Jalisco wel naar mij op zoek is, dan gaan we nog een spannende tijd tegemoet met alles. Hey, Rens. Ja? Is toch pluk, 68 toch? Ja, man. 60. Ah. Bro, er komt zo'n ram, die vliegt gewoon over iedereen heen. Die Marky, beter om een 3 euro donatie. Ik ga hem er zo weer bij pakken, hoor. Dankjewel, Gigi. Ja, doen we allemaal even een weetje in de chat dan. Misschien dat het beter gaat. Gewoon één weetje. Dan gaan we toch die bot even anders instellen nog op korte termijn, want... Lot voor de morgen, jongens. Hij is 10 minuten weer actief. Ja, 200 tonnen kunnen plukken. Lekker, man. Kijk, dat gaat al beter de weetjes, ja, hè? Hey boy, zou ik eerst maar 9-11 gaan sparen? Even kijken, ik moet het toch anders gaan doen. Normaal doneer ik aan Merville NL, maar die boomer gaat nooit live. Ah joh, GG's man. Je moet gewoon gunnen aan wie je wilt gunnen, man. Dat is het belangrijkste. Dus ja... Ik vind het wel leuk dat Jalisco... Jullie geloven dat. Wat zeg je? Niks, Barry. Ik klomp een keer. Zo, die Amarok die... Dat praten ook over, jongens. Even kijken. Roen is geabonneerd, dankjewel. En welkom. Nog 7 hey, subs tot de 400, jongens. Ja. Jij doet toch ook tonnen? Ja, zeker. Als ik klaar ben met plukken, dan lief ik het wel weer. Ja, dat is goed. Is ze nog steeds voor 35 of niet, Barry? Ja, zeker. Nou, ja toch. Ja toch. Ik ga dadelijk 1,5k bij toch iemand inleveren voor 44 per stuk. Dus, Hoe zeg je dat? Tegen mij? Ja, hoe zei je dat? 1,5k van 40 per stuk ga ik innemen. Ja, kun je doen. Alleen ik heb vertrouwen, maar ik heb al meer dan 2000 aan event geleverd, dus... Ja, precies. Heb je het hier of... Half in de auto en in de appa. Oké, doe maar. Maak je een grote auto? Ja. Yep. Waarom moet je die keer ook gaan gebruiken op je stream? Wat moet ik? Zo'n lockpick gebruiken of zo'n huis op stream.
Ja, dat wouden we vanmorgen doen. Ja, alleen, toen waren er net wat voor. Dat wouden we vanmorgen, ja, maar dat wouden we vanmorgen doen, want er waren er net een paar mensen voor, zeg maar. Oh ja, dus er is nu genoeg politie, dus... Ja, maar ze staan daar in de rij te wachten, joh. Er staan 50.000 mensen binnen. Staan met een hele bende. En ik weet ook niet of dat handig is als mensen op mij aan het hunten zijn, weet je. Niet dat ik er anders van hoor. Ja, gewoon schaad hebben gehad. Ja, joh. Ja, dat hebben gehad. Barry is niet bang. Ik ben heel zuur voor je, Barry. Je hebt gewoon niks misgedaan, joh. En dan vind ik over auto doen. Gewoon een blauwe auto in plaats van een rode auto. Ja, maar weet je, die gaan gewoon streamsnipen. Precies, ja, dat is niet meer in-game, weet je. Bascript. Ja, maar weet je, het boeit me helemaal niet. Crips is gebeurd. En hebben we allemaal gecheat, of niet? Iemand zat een paar te komen en ze zaten dan kool. Massa die het denk. Wat zou ik het doen? Dat is echt. Ik zag wel dat het door het ding, ja. Hey, buddy. Ja? Als je komt, dan kun je hem even kopen. Ja, maar dan moet je even wachten. Ik ben heel even met Black bezig om hem om te zetten. Had je nog meer van de groene komkommers, of niet? Ik heb hem wel gezien vandaag op de pluk, maar ik heb nog nooit een porto voor. Nee, maar die heeft iedere keer pech dat zijn porto geript wordt. Hey, Black. Ja. Had je nog meer? Ja, maar dan moeten we even de boel op slot drukken. Ja, past er niet meer in. Nee, Black Boys. Zie je wel. Kan ik al verrichten, man? Nee, ik sta naast je, pa. Even kijken. Ja, ik lees zometeen de chat verder, jongens. Liggen nog 139. Yes. Hey, Besha. Lekker, man. En hoe is het die guy? Hey, Besha. Dat hoor ik. Ik hoor dat er op mij gehunt wordt, man. Ik word gewaarschuwd. Ik snap niet waarom ze jou willen hebben. Ja, ik ook niet, maar ja, wat moet je dan? Dat ze lekker komen. Nee, het heeft te maken dat ze niet vinden dat ik zoveel geld heb gekregen en dat ik niet aan hun lever. Ik moet nog wat anders bij. Maar wat koopt ze op? Ja, okay, dan ga ik even. Nog 39. Ja, moet je even wachten, want dan zet ik even deze weg. En dan pak ik even een andere auto. Nee, ik kom daar wel heen. Ik ben gooi het hier maar in. Hoe lang je in deze stad zit? Intensief anderhalve week nu. Of nou, ben je iets meer af van. Nou, iets meer als alles week. Wat doe je dan eerst? Wat speelde je eerst dan? Ik heb even Maasveen gedaan. Heb je daar ik zet deze ook even weg. Ja, je hebt alles nu. Ja, oké, top. Maasveen is toch Kakistad? Ik heb Maasveen echt slecht. Zo. Maasveen noem je niet eens als stad, bro. Combat. Sure. Ah ja, red je er wel mee, hè? Wat zeg je? Oh, ja, red je er wel weer mee. Hè? Ja, zeker. Komt goed. Komt goed, komt goed. Nou, super. Slaap lekker, man. Ja, bedankt, man. Jojo. Even kijken. Barry, ik kom mijn milieu ophalen. Ja, echt, hè? Ja.
Nee, maar weet je wat het is? Je kunt er een roleplay van maken, vind ik allemaal prima, maar ga lekker hunten. Als je dan geen drugs doet, ja, wat moet ik iemand dan leveren, weet je? Zwerver ben je? Oh, hier. Ik heb 89. Ja, nou, neem maar mee. Ik doe 98. We gaan voor jou rijden. Dus, Ik sta gewoon bij jou, hè? Bij jou, die is nog een keer actief. Oh ja. Mens. Nog een keer actief vandaag, of? Barry Bengel, ja precies, Barry Bengel. Dus pluk blijft niet lang actief, man. Dus blijft nou, nog 40 minuten actief, als we geluk hebben. Wil je een grote AK kopen? Maar beetje, wat moet ik met een AK, man? Mijn naad is plukken. Weet je? Dan gaat hij nog een keer actief. Kijk, ik heb dan zoiets van, dat is één keer schieten, ben ik hem waarschijnlijk kwijt, omdat gewoon zo'n hele groep op me komt. Ja. Wat wil je dan bereiken? Andere kant. Half 10 over 5 ook. Hij zou allemaal doen. Hij kan ook, ja. Om zo meteen wel eens te doen. Dat is echt heel laat. Ja, komt goed. Bro, die guy praat veel, neef. What the fuck. Ja, ik schakel even met Zwift en andere potto, jongens. Waarom? Doe eentje, bro. Omdat jullie dan te veel praten. Fuck, hè. Dat is geen nerds in die hele dag. Nee, het klopt dat je me niet hoorde. Ik was heel even in overleg, man. Pat zijn porto? Ja, hoor je mij? Of iemand belt me. Hallo. Hallo. Ja? Hallo. Oh nee, Casper. Waar ben je? Zwerf, haal even je marker weg. Ja. Ik stuur je. Wat zei je? Hou je makkelijk. Praat ze in porto? Ja, ik praat inderdaad in porto. Oké, ik moet heel even het beeld weghalen, want we gaan de start van het kloppen even doen. Dus ja, dat mag helaas niet op stream. Op het moment dat die loopt, dan mag het wel. Ik ga morgen daar een mooi schermpje voor maken, maar voor nu kan het nog even niet. Ja, ik hoor je. De stream staat op zwart nu. Casper gaat even porto joinen. Ja, laat maar eens. Yo! Hey Frey, ook een goeie naampje. Hey. Ja, klein pistooltje, ja. Moet ik uiteindelijk denk ik wel hebben, weet je. Zet je marken neer. Ga mijn zakjes verkopen, man. Zet je marken neer. Achter je berg, achter.
Oh, what the fuck? Dan wacht ik even, zet ik even de stream weer aan. Oh, je kan. Ja, hij staat aan. Wat? Ja toch. Lekker man. Ja, vrij wat kost dat dan? Ja, weet je, als je, dat werd mij vannacht uitgelegd, als ze weten dat je een wapen hebt, dan gaan ze je helemaal hun, omdat ze dat wapen willen hebben. En dat is met streamen dan ook weer niet handig, zeg maar. Nee, Kasper, ik kan jullie, ja, ik weet niet, als we een locatie hebben in land, dan in de stad kunnen we je wel komen halen. Ja, dat is goed. Dan moet ik eventjes een auto eigenlijk even gaan kopen, man. Heb je nu nog geen auto dan? Oh joh, hij schoot vooruit in één keer. Richting waar moet ik rijden? Rij een beetje rondjes in de stad gewoon. We hebben daar waarschijnlijk zo meteen wel een locatie en zo. Blijven jullie paletten of? Nee, kijk, luister. Ik ga mijn zakjes verkopen en bij die zakjes kan ik overal. Ik kan naar Sandy gaan, ik kan naar Paletto gaan en ik kan naar stad gaan. Zou ik naar Sandy gaan? Nee, dat klopt. We gaan ook geen meta doen, Frey. Als ik het haal, dat ben ik juist voor op mijn hoede. Ik heb mijn richtprijs gisteren ergens gehoord, dus. Nee, Barry, lukt het dan? En anders mag je even in game komen. Ja, meta is sowieso lastig, jongens. Hey, ik zit te denken, maar we kunnen ook de omgekeerde tactiek doen, hè? Wat? Kan ook gewoon nu naar Jalisco toe gaan, hè? Van wat wil je nou? Kan ook. Waarom hunt je mij? Ik heb zijn nummer niet. Maar ik heb zijn nummer niet. Wie heeft het nummer van Jalisco? Even denken. Zorg even dat ik het nummer van Jalisco krijg. 18, dan ga je. Ja, wacht even. Ik reken wel. Van wie wil je? Gewoon van Jalisco zelf. Ik heb iemand nog. Dat is mooi. 06? Ja, wacht 06. Even dan. Ik zet even hier. Nee, zet maar gewoon hier neer. Wacht even. Bel ze me. 06? 4-3? 4-3? 6-6? 6-6? 7-4? 1, 6. Dus 0, 6, 4, 3. Ja, oké. En wie is dat van Jalisco? Lil Bob. Wie? Lil Bob. LILBOB. Ik ga alvast uitstappen. Ik ga even kloppen. Bel jij hem. Ja, wat is het? Chat, wat vinden jullie dat ik moet doen? Moet ik hem gaan bellen, ja of nee? Ja. Nou, kijk, daar ga je al. Ik moet iemand hebben van Jalisco. Ik ga gewoon zelf bellen. Zijn jullie in de stad of niet? Helaas. Ik zet al locatie. Ja, dat is goed. Hey, Matthijs, ik ga even lastigvallen. Heb jij toevallig het nummer van Jalisco? Jalisco? Ja. Wat moet je daarmee? Ja, die heeft een hunt op mij gezet, blijkbaar. Hoe
Hoezo? Ja, ik moet dood. Dat is eigenlijk het verhaal, omdat ik dat geld heb gekregen van iemand en dat ik niet bij hun lever. Dus ik wil gewoon als tegenhaak zoeken, hem gewoon bellen van, als je wat wil, dan moet hij dat gewoon zeggen, weet je. Nou, ik denk dat dat nep is, want ja, dat is je disco niet. Nee, oké, maar dan wil ik dat verifiëren, snap je wat ik bedoel? Ja, ik heb niemand van je disco, maar ik zou het gewoon op je af laten komen, want ja, toch? Ze gaan toch niks doen. Ja, geloof mij, Jalisco, ze doen niks met de opdrachten en niet. Nee, oké. Ze doen alleen maar voor zichzelf rippen en zo. Ja, precies. Nou ja, en anders kom ik ze vanzelf wel tegen, ja. Daarom, dan helpt Bunko je wel even. Ja, Bunko is niet meer zoveel in de stad, hè. Nee, klopt. Maar in de avond wel. Ja, we zijn nog wel meer mensen daar, dus dat komt goed. Daarom. Dus, vandaar. Oké. Is goed. Dan spreek ik snel. Jojo. Later. Heb je die guy gebeld? Tuurlijk, Martin, ben ik terug. Wat zeg je, Zwift? Heb je die nummer al gebeld die ik heb gegeven? Nee, die is niet van Jalisco. Oh, jawel. Nee. Hoe weet je dat? Via. Even kijken, Martin, welkom terug, man. Tuurlijk zijn we terug, we gaan nog even live, hè. Dat had ik vanmiddag al gezegd. Oh, kan ook dat Lil Bob uit Jalisco is. Kan ook. Geen idee. Weet je, we laten op ons afkomen. Als hij inderdaad een hunt op mij heeft gezet, prima. Oh, even kijken of er geen grenscontrole is. Casper. Deze NPC. Ik heb nu iets in de stad en dat is hij er niet. Laat me bellen. Jongens, luister. Die Millie die ga ik gewoon niet wegdoen. Daar ga ik zelf mijn investeringen mee doen. Ik heb een goede mentor daarin, gelukkig. Die mij vertelt even wat ik met mijn millies moet gaan doen. Kasper. Dus en dan ga ik ook gewoon volgen. Kasper. Hoor mij. Ja, ga naar 7023. Ik ben in de stad. Alex, kan ik een keer promo doen? Ga maar fristie. Wat denk je zelf? Wat zei die? Wacht, ik ga vragen of iemand mij daarheen kan brengen, ja? Want ik loop een beetje aan die linkerkant. Goed gedag, jongen. Vraag, ja, goed gedacht. Wat zei die Alex? Wat ben je? Gamma Frissi vroeg in de chat of die een promo mocht doen. Maar mijn laatste ervaring met Gamma Frissi was niet zo helemaal 100%. Hoi. Komt die maat. Waar ben je, Casper? Ik loop in de stad. Ja, waar? Waar loop je in de stad? Wees duidelijk. Ja, we zijn inmiddels de 400 subs voorbij, wow. Ik loop bij 5026. Jongens, we staan op 400 subs, jongens. Ja, aanstaande vrijdagmiddag 12 uur. Gaan we beginnen met de 48 uur stream. Oh, wat een kutplek. Om wat is hierachter? Om 48 uur te gaan streamen, ja. Jongens. Wat is er? Dus heb je leuke ideeën, leuke scenario's, duik even in mijn Discord, uitroepteken Discord in de chat. En spreek mij gewoon even aan, of Black Waffle. Die kan dat ook. Miss Moneypenny, ook een hele fijne avond nog. Zit je er nou in of niet? Ja. Ja, de deur ging niet eens open bij mij. Ja, mijn andere locatie is helemaal in Sandy. We blijven lekker heen en weer rijden, zeg maar. Ja, zo. Dat is even kijken, welke videokaart heb je? Ik heb een RTX 3060. Lekker slapen, ik ga ook fijne stream. Dankjewel René, en tot de volgende stream. Casper.
Rodney heeft 1 euro gedoneerd, dankjewel. Feesten. Wat hebben we hierbij? Yo Barry, beetje laat bij de stream, maar er is er nog wat leuks gebeurd. Ja, er gebeurt van alles momenteel. Er wordt beweerd dat er een hunt op mij staat, dus ja, we gaan het allemaal meemaken. Ik ben zelf ook pas net weer live. Ik had andere verplichtingen, maar inmiddels zijn we er nog. We blijven nog wel even live. Morgen vroeg ben ik niet live. Morgenmiddag met avond aan elkaar wel. Dus dan gaan we ook een lange stream van maken. En dan vrijdag om 12 uur gaan we beginnen met de 48 uur stream, jongens. Even allemaal een weetje in de chat voor... Hartje in de chat voor Rodney. Voor Rodney. Ja, hartje gaat niet. Dan grijpt... Oh ja, je hebt dat uil gezet dat je dan spam gedoe krijgt. Ja, maar officieel staat dat volgens mij uit. Vandaar. Ja, weet niet. AVB, Barry echt de grinder hoor. Ja, zeker. We gaan gewoon lekker doorgrinden. Oh. Je zit weer tegen naar Sandy dan, Swit? Ja. Oké. Even kijken. Ja, top Martin, dankjewel voor het wisselen, voor het wijzigen van de titel. Even kijken. Wat ga je met je geld doen? Op een verstandige manier gebruiken. Ik wil nog een soort zoektocht doen. Dat mensen mij of in dit geval Black Waffle moeten zoeken. En als ze hem vinden, de eerste die hem vindt, dat hij een leuk klein bedragje krijgt. En voor de rest gaan we beginnen met witwassen, onder andere. Wat vind je van de travelers dan? Ook goede guys, zeker goede guys. Dat geen slechte woorden over hun, zeker niet. Zeker niet. Ik doe daar ook veel leveringen met tonnetjes aan. En dit weekend, ik heb vanavond even met Black Waffle besproken. We gaan dit weekend voor de 10.000 tonnetjes binnen 48 uur. Dus... dat gaat voor dit weekend even een beetje doel worden tijdens de 48 uur stream. En het liefste gaan we voor de 15.000. Dus dat. Dat een beetje, jongens. $50.000 tonnen, ja. Wat is daarmee, Martin? Yo, Kush, welkom. 55 FRP lol. Ja, dat valt wel mee, Martin. Wat vind je van, even kijken, Akatsuski? Zeg maar even niks, man. Goedenavond, gewoon Timmy, welkom ook. Even kijken, die zegt mij niet zoveel. En wat ik van Jalisco vind, ja, weet ik momenteel niet, man.
Er wordt beweerd dat er een hunt op me staat, maar we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd waarvoor die hunt dan zou zijn. Dus Hey Barry. De tijd gaat het leren, jongens. Andere locatie is hier letterlijk over. Kom. Zwift. Ja. We zijn 55, ik denk dat ik hier 55 mensen. In 55 dagen 5 keer ben dood gegaan door niet mijn gordel vast te zetten. Ja, wat ben je dan van fucking NPC? Ja bro, maar ik vergeet dat gewoon, ik denk daar niet over na. Maar waar denk je wel over na dan? Over je genoeg. Bro, ik ben de hele dag bezig, hè? 55%. Ik ben niet vriend, pas alleen die avond online. Nee, dat snap ik. En dan dat maakt niet uit wat ik krijg. Oh joh, bij telefoon ging ik op, broer. Dat is wel een drukke locatie, hè, chef. Gelukkig zit mijn gordeltje nu wel vast. Dat is lekker, hard rijden, man. Ja, toch. Ja, kijk, joh. Nou ben ik blij dat ik hem vast heb zitten. Ja, anders was je dood geweest. Ja, die kans had er wel geweest. Ik heb een rotlampje, hoor. Tuurlijk. Dat is wel echt fucking chill. Deze auto, die hoef je niet te tanken, bro. Ja, lekker gratis, man. Oh, ik had er nog één. Oké, dan. Nee, zeker niet geheim, man. Maar ik ben daar gewoon heel open, makkelijk in. Van, dat zie je vanzelf op de stream, hè. Scarface, goedenavond, welkom. Hoe is het met u? Met mij gaat het prima, met u ook. Welke videokaart heb je? Ik wil namelijk een PC halen. Ik heb een RTX 3060. En dan de 12 GB uitvoering. Jullie zijn lekker aan het grinden voor de puntjes en de uurtjes, jongens. Ik koop voor jou geen grenspost. Ik koop het ook. Ik weet niet hoeveel kamer er is. Even kijken als je wil. We gaan eerst naar de ANWB, hoor. Zwift. Zet even een marker op ANWB als je wil. Ja, wacht, ik doe wel. Gewoon Timmy is mij gaan volgen of ze abonneren. Dankjewel, man. We zitten alweer op 403 subs. Zwift, iemand wil een Honda Civic aan mij verkopen. Hoeveel zou ik voor geven? Wat, Honda Civic? Ben je NPC of zo? Ja bro, ik heb toch auto nodig? Ja, 60 krijg ik sowieso, man. Hoeveel kaap je? Ik heb nu 24k of zo. Bro, die Honda Civic niet halen, bro. Ga dan dit voor Lexus of zo, dat je overhoog kan. Ja, is Honda Civic weinig dan? Ja, je mag daar niet mee off-road, dus dan kun je niet naar de pluk en noem het maar op. Ja, oké, dat is dan ook weer weinig zin. Je moet gewoon... Kijk, de beste auto's die je kan hebben als je een RS3, een RS6, een Porsche Cayenne, of deze Taycan, ik weet niet. Maar kan deze naar de pluk? Nee. Heb je een SRT nodig. Een... Hey bro, ik doe je hoofdpijn, bro. Ja, ik ga gewoon lekker sparen, het zwarte geld, joh. Sta even stil. Ram is op zich ook wel goed. Ja, doe maar. Tering, wat een hoofdpijn, bro. Bro, mijn ding die zinkt zo hard, hè, hier zo. Bro, ik heb de grootste hoofdpijn en... Hij kan mee rijden dan, you. Of die andere kerel. Wat? Testritje in dienst, ja man. Dat zou het ook doen. Ja,
Ik zou die ook gooien, man. Barry, is het Barry aan Bengel? Is het Barry? Jazeker! Kijk eens wie hier... Hallo. Barry Bengel. Hallo. Wat een gozertje, joh. Lekker, man. Hoe is het? Hoe is het dan met je? Ik zie je het in Taycan en zo. Ja, dus ik heb beta. De naald op, jongens. Beta. Ik heb de naald op, jongens. Maar die gaat dik, hè? Ja, maar dat moet toch ook? Keilong! Je moet gewoon lekker doorgaan. Ja, bro. Gewoon lekker doorgaan, jongen. Gewoon lekker knallen. En dan komt het allemaal goed. AMB, hè? Zie, ik hoor hem. Bus. Pak jullie haar is rood en je outfit is rood. En je auto is rood. Ja, mooi toch? Eenheid noemen ze dat. Dat is wel lekker, man. Maar hij is wel fit, hè? Oh, eenheid. Ja, zeker. Ja, klopt. Welke kleur moet ik dan gebruiken? Als je dit bent, word ik jij? Ik zou... Wat zeg je? Ja, maar... Is die uitgevallen? Dus jij bodycam bent überhaupt? Nee, ik ben op de bodycam, zeker. Alright, succes man. Hey, dankjewel man. Yo. Hey, nee. Ja, jij wou een kleurtje weten, hè? Ja. Ja, ik zou bij jou voor blauw gaan, man. Yo, slaap wel keer wel, vanavond. Je hebt een mooie... Ja, ik zou voor blauw gaan. Dat matcht wel. Dat doe je goed. Ik ben niet blauw, boys. Hey jongens, we gaan weer verder. Hoi, later, pikkie. Helaas, Kasper, helaas. Kofferbak, man. Zet je op kofferbak, hè. Dus. Oh. Hey, goddel. Hey, goddeltje is makkelijk, hè? Niet over mij heen rijden, niet over mij heen rijden. Ik ben letterlijk 1 AP. Wat de fuck gebeurde daar? Ja, je hebt geen gordel om. Ik wilde net mijn gordel vast gaan doen. Ik vlieg ineens links, de lucht naar links, in. Waar ga je heen? Links, hè? Even kijken, heb jij bennetjes in deze auto liggen? Nee, tuurlijk niet. Wat? Hij ligt voor me. Nee, oké. Medkit. Shield, hè? Shield potion. Shield. Misschien kan ik jullie even flowberry vissen, bro. Ben je best een shot camera voor mij? Yo, sir. Zo, u Duits spreekt geen idee, maar goedenavond in ieder geval. Ik wil de midden van de weg aan staan, jongen. Godverdomme. Yo, Smokey, welkom ook. Meer of minder Porsche Cayennes? Meer. Barry, nou waar rij je? Jij zag telefoonwinkel net, vriend. Barry, je bent echt aan het trippen, denk ik, hè? Hij gaat naar de telefoonwinkel. Hij heeft nog wat meer comms nodig. Nee joh. Kijk in het dashboardkastje. Ik heb geen comms nodig hoor. Nee, ik heb net gekeken in kofferbakken. Er liggen genoeg comms, bro. Nog een berkje doen. Wat zeg je? Ik wil mensen uitstappen of zo. Nee, ja, Kasper die stapt nu uit. Relays, gang, nee, momenteel nog geen gang, man. Kasper, doe je gordel om. Ja, hij zit al om, maar ik ben letterlijk 1 HP, bro. Ja, dan moet je bij het ziekenhuis even pleistertje halen. Ja, gaan we daar langs rijden? Nee. Als je ambu tegenkomt, dan kun je ook om een pleistertje vragen. Dat kost zoveel minder euro's. Kost 1000 euro in plaats van 2000 als je bij het ziekenhuis bent. Als je bij het ziekenhuis bent, kost het 2000 voor één paar pleisters. Duur gordeltje als je hem vergeet. Ja, inderdaad. Maar ja, ik ga het overleven. Ik ga het overleven. Nou, zometeen is hij weer plat willen. Geloof mij nog maar. Als ik maar niet straks ergens van een berg afval of zo, want ik ben instant dood. Nou, bij een goede aanrijding ook hoor. Ja? Natuurlijk. Is dat een kamer? Ah, we zien het wel. Nee, geen kamer. Vertrouw in jouw rijskills. Wat zeg je? Zo, de tyfus. Zo, hallo dan. Wat is deze? Ja, no problem, man. Rij door, bro. Waarom? Oh, de? Is er geen wacht hier ook nog? Natuurlijk. Niet zo, niet te bang aangelegd, joh. Oh. Niet te bang? Was die sink zeggen, ja. Best met je die sink, man. Boeien. Oh, even fiets. Stop. Het gaat
gaat hij hier nou weer doen dan? Even kijken. Kijk tijd. Alex. Yo Hendrik, welkom man. Alex, heeft hij hier een loods? Nee, hij is even aan het kloppen. Alles goed? Ja, zeker man. Wat doe jij? Dat is de volgende locatie. DP. Maar ik heb naar garage rijden. Ja, maar de garage is er dichtbij. Daarom moeten ze ook de helemaal op palet op, bro. Ja, oh nee, hoofdpijn. Ongetwijfeld. Wow, dat was gepost. Oh, ik hoorde allemaal schoten, bro. Ja, lachen, man. Oh, dit. Oh, dit? Hier is desinkt mijn hele stad, bro. Ik heb ook wel wat desync, maar het valt op zich. Ja, ik moet eventjes die graphics omlaag gooien, want ik kan letterlijk door die vloer heen kijken. Nee, dan moet je de textures zo. Die moet je vol zetten. Dan laat hij de boel sneller in. Textures of vol? Ja. Texture of budget. Laat maar kijken. Ik ga even naar die garage ervoor. Helemaal. Moet je daar rechts door naar links? Ja, laat me rechts op. Ja, maar nou heb ik ook die sync. Moet texture quality op high. Very high. Ja, maar dat hoeft niet. Nee, bij mij is dat ook deze shit, man. Ik zie hier geen gebouw. Nee, is allemaal klote, hè? Ja. Ik zie geen reet, bro. Hey Hamza, welkom ook. Zo. Even kijken. Wat hebben we allemaal? Is echt kut als ik een ban heb. Ja, maar wat heb je van ban dan, Hendrik? Ik mag dat van Asje, Rick. Wat deed je aan? Ik noem je hoedje, vind het niet leuk, want het zit op basis. Hey. Ja joh, die klik die huid eruit. Hey Barry, maar ik ga zo wel even kijken. Lekker man. Hoe is het bij Barry dan? Ja, het gaat lekker. Zeker. Bereid. Barry, gaat het goed? Hey Swift, Ik vraag me serieus af, wat doen we nu allemaal dan? Ik ben wiet aan het verkopen. Quicksellen? Nee, kloppen. Kloppen. En wat houdt dat in? Ik krijg geld. Ik krijg zwart geld, en die zwart geld moet ik gewoon wit wassen. Ah ja, toch, dan moet je zeker aan die bonkoe geven. Nee. Hoezo moet hij dan nou weer aan bonkoe geven? Bro, bij hem kon je toch weer een wit wassen, zei hij gisteren. Bij Alex ook. Bij mij kun je dat ook nu. Echt? Ja. Lekker man. Ai, maar ik moet nog een paar keertjes leveren. Dan het gaat heel goed met de subs, Hamza. Nog zeker. Zitten we in de gang. Dus, vrijdag 48 uur live. Hoe heet die gang nou? Is het nou de bende van Barry? Is het de bende? Het is niet echt een gang, man. Het is gewoon een vriendengroep. Weet je hoeveel gangs mij benaderd hebben om bij hun de gang te joinen? Weer een lekker ding bij. Zwift. Oh nee, allemaal.
Zwift. Wacht, ja, wat? Hoe krijg je zo'n dingetje boven je naam, zeg maar? Ja, dat moet ik doen. Maar ik heb nu deze. Ja, ik vind het... Ik weet niet. Ik vind hem niet mooi. Oh, sorry hoor. Nou, ik heb vanmiddag al gezegd. Wist je dat je boos werd? Nee, maar ik geef gewoon mijn mening. Dat, Maar hoe stel je die in? Ik ga iets anders proberen. Als jullie even rijden, ga ik een andere kleur proberen. Ja, is goed. Maar hoe stel je dat in dan? Waar moeten wij nu dan? Welke locatie? Swift heeft Mark gezet. Nee, dat snap ik. Maar waar is dat eigenlijk? Yo, Barry. Barry. Ja, zeg dus. Hé, ik zit nu mijn drugs te verkopen, weet je wel. Gewoon bij iemand. Ja. En die drugs verdwijnt gewoon uit die mule. Huh? Ik heb er 1000 in gestopt, er zit nu 300 in. Dan zou ik als ik jou eens even een reportje aanmaken met de vraag. Ja, ik heb gedaan, man. Maar ik ben, of even een staffie. Of er even een staffie wil komen, ja, want... Ja, ik weet niet, man. Of jij iets kan regelen? Of jij iemand bij je ja, in de buurt hebt? Ja, ik heb niks bij mij in de buurt hangen momenteel. Oh, jammer, man. Nou, ja... 36,73 als de staf heen komt. En anders moet je even knipperen. Dat is nog wel een ding. Ja, gewoon even een keer opnieuw de server joinen. Ja, maar weet het, die mensen is al weg, hè? Ja, dat denk je. Ik had dat laatst ook. Dat toen was mijn geld in eerste instantie weg. En toen bleek dat de transactie niet meer was doorgekomen. En dat het gewoon weer bij die ander op de rekening stond. Jo. Dus dat is het enige wat ik je kan adviseren. Ik wacht even op die staf. Ja, is goed. Dat weet jij wel. Die mule is helemaal leeg nu. Iemand heeft geknipperd ook. Die ding is gewoon helemaal leeg. Ja, of ze hebben het eruit gejat terwijl je hem niet op slot hebt staan. Kan dat dan? Maar het ging gewoon rustig ervan afstappen. Ik kon even een tijd... Ik denk dat het iemand die aan het hacken was, onzichtbaar was. Want ja. Ik was die aan het overladen en ik kon soms niet in die inventory kijken omdat die bezet was ofzo. Ja, geen idee. Ja, gelukkig kunnen ze best wel veel terugvinden, dus Ja, dat weet ik, maar we moeten wachten tot de staf komt. Alex, Barry, via welke spier kan ik zien hoeveel politie in de stad is en zo? De lead spier. Motherfuck bro. Ja, ik fik zo meteen wel. Oh, hier achter. Welke kleuren vind je mooier, Ben? De kleuren die ik had. It's Def Tom. Yo, goed. En met jullie, hoe gaat het met jou? Welke? Die paarse... Die paarse oranje. Zeg, hoe maak je überhaupt die ding aan? Ja, zeker. It's Def Tom moet gewoon mot hebben, hè? Daar ben ik eigenlijk best wel met de chat eens. Ik ben even buiten mijn scherm. Wat moet ik? Zeker, daar ben ik zeker eens. Bij deze. Tom is sowieso strijder, man. Als Tom er niet was, had je dit ook niet kunnen doen, toch? En dat zal hij ongetwijfeld niet alleen doen, er zal een heel team achter staan. Maar ja, ook dat moet aangestuurd worden. Kijk, die kant op. Alex, wat moet je van deze? Nee, maar dan zou je die Swift zo, dan zou je in wit moeten doen. Dit is bijna niet leesbaar. Bij mij zie ik het echt duidelijk. Ja, bij mij niet. Ik zie het ook best duidelijk. Maar ik kan überhaupt gewoon niet vinden, bro, hoe je waar die ding is. Even kijken, ik moet heel erg... Wat moet ik, welke command? Even kijken, wat hebben we allemaal? Even wachten, jongens. Even kijken, Tom gelijk met de promo. Tom heeft ook gewoon lekker motje. Ja, zeker heeft Tom motje, jongens. Maar Tom verdient hem sowieso instant, Hamza. Ja, daarom. Daar is hij weer op, Barry Bengel. Ja, zeker, THBNL.
Ga gewoon lekker door, instant mod net zoals ik. Lekker. Lekker allemaal, jongens. Moet jij zeggen. Ja, 404 subs, jongens. Het gaat hard. Wat zei Swift? Het gaat zeker hard. Dat moet ook. Daar doen we het voor. Oh. Swift, je stopt er midden in je zin. Waar moet je... Niet meer op zijn, of niet? Hij is AFK, denk ik, man. Ik denk dat hij gecrashed is. Hij zit nog wel achter hem, maar... Oh, nou, schiet op dan. Schiet op, schiet op. Kiekens, content in de DC. Hey, Alex. Barry. Ja. Ja. Dit is huis van dingen. Van? Van Luskel. Oh, is het zo? Ja. Niet waar ik nieuw klop, hè, maar daarachter. Ja, ik ga even content kanaal in Discord kijken, jongens. Ga ik doen. Ik ben heel even 2 seconden buiten mijn scherm, jongens. Zo. Oh, kijk Tom, dankjewel man. Wat heeft hij erbij gezet? Weer live. Voel me jong. Ja, zeker me jong. Donders. Hey Swift. Swift is uit stad, hij is geglitcht. Ja, wel hè? Nou, we moeten even wachten. Ja, hij zei net, ik glitch, GG's. Ja, kan gebeuren. Barry met de bromo, hè? Tom die soldaat, zeker Asja, zeker. Hé, hey, Asja, je had een eilandvoertuig, hè? Want ik moet er echt even een hebben, man. Dan kan ik daar ook... Even bezig. Ja, is goed, Swift. Wacht even. Komt goed. Komt goed. Chat, hoe gaat het verder met jullie? Het is alweer lekker laat op de avond. En toch zijn we nog met 35 man, dus gaat goed. Barry. Ja, laat me even weten. Barry. Ja, zeg het eens. Het is wel goed om te zien, man. Het gaat echt lekker op deze Barry Bengel YouTube, man. Barry Bengel gaat lekker, man. Wat zal altijd zeggen? Barry Bengel is geen scam. Nee, Barry Bengel is geen scam. Nee, maar zeker hij slaat niet. Dat drankje niet over. Nee, zeker niet. Drankje erbij, hé. Lekker, man. Lekker, man. Oh, Martin, dat is een goede vraag. Zal ik eens even zo nou kijken? Ik moet toch wachten. Die. Ik moet van de week even thumbnails maken, want dat wordt wel eentonig en dat willen we ook niet. Tot gisteren 317 kijkuren. Dus dat gaat ook heel hard. Besef, dit, je zit nog niet eens heel lang of zo bezig met dit YouTube kanaal. Hé, maar dan moeten we opnieuw dat ding starten, hè? Je bent eruit geweest. Max, oh ja. Hoeveel heb je nog? Dat skip ik wel, boeien. Dat is niet zoveel. Dat is nou, maar okay. 20 of zo. Hey, kan je naar een goede plek rijden waar ik straks die stad even uit kan? Kom even bij de garage hier links. Ik moet even in mijn zip doen. Ja, oké. Okay. In mijn zip bedoel ik. Geen spier. Hij wil straks nog naar Paletto of Sandy rijden, of niet? Ja, Paletto denk ik. Ja, dan kan ik bij Paletto eruit. Zeker, zeker. Is gewoon Alex. Alweer een ander account. Nee, dit is al een tijdje, man. Hehehe.
Nou, maar ten mijn andere had ik inmiddels alles op en aan op mijn andere kanaal. Is perfect voor 5M. Pak maar. Op mijn andere gamekanaal heb ik wel mijn kijkuren en daar heb je dat je member kunt worden, noem het maar op. Dus ja, even kijken. Ik kom terug, normale porto. Ja, zo. Meteen opscheppen. Het is ook gewoon gezellig op de chat, jongens. Zegt, hoor je mij in deze porto? Oh. Nou ja. Gooi eens even Greddy Berry voor de AA. AA. Nee, we hadden dat even aan Bonko over, want die wou een content creator Greddy contest uitschrijven. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daaruit komt. Dat is in de stream van gisteravond laatst besproken. Dat was een hele intensieve stream met heel veel discussie en alles op en aan. Maar ook de leuke dingen zoals inderdaad een content creator Greddy contest. Dus daar gaan we hem zeker voor bewaren. En bij de 5000 subs doe ik sowieso de Greddy een keer, heb ik gezegd. Dus dat. Waar gaan we heen, jongens? Paletto. Nou, dan gaan we naar Paletto. Lekker. Tom, jij kan dat enorm goed. Thijs, snap je? Ja, weet je, iedereen zegt Martin wint. Tuurlijk wint Martin. Maar dat maakt toch niet uit als je maar lol hebt met elkaar. Ja, dit staat goed, bro. Dit is heel makkelijk te lezen. Is dat mooi? Wacht even, ik ga er eerst eens even eentje van mijn dingen afflikkeren. Even kijken, die afflikkeren doen we niet, maar ik ben hier wel even klaar mee. Als je wat wilt, Alex, dan moet je gewoon even appen, man. Zo, even kijken. Binnenkort maar even een Greddy zetten in het stafhesje, of niet dat, Tom? Ja, misschien moet je de stafhesjes even aanpassen in de kleur van het hesje wat Martin heeft. Dan is het weer één. Anko, wanneer kom jij Fuji dan, vraagt Martin. Barry, maak ook Anko even mod. Ja, ik kan iedereen wel mod gaan maken, jongens. Chat, laat maar weten, want ik vind als Anko mod wordt, dan moet Hamza minimaal ook mod worden, jongens. Maar dat wordt wel een hele blauwe chat momenteel. Tom zegt, ik behandel geen bands meer. Dan moet Asha maar een mod. Ah, na. Best even zo houden. Ik blaf voor je. Ja, ik hoorde ergens dat er heel veel tickets waren. Dus volgens mij hoeft de staf zich van Fuji niet te vervelen. Geappt en door wie? Even gauw hierop reageren. Zo, en we gaan weer door. Nee, van mij heeft hij geen time-out gehad thuis. Ik wil niet eens een unband voor 5M. Ja, dat kan ook. Thanks, Barry. Alsjeblieft, man. Joep. Later. Nog? Ja, jij ook. Ik zie je morgen misschien wel weer. Oh nee, wacht. Ik ben vanaf vrijdag op vakantie, man.
Lekker man, waar ga je heen? Waar ga je heen dan? Ik ga naar Oostenrijk. Ai. Wel je gordel om dan, hè? Later! Jazeker. Hé, hey, Swift, wat gaan we doen? Ik weet niet, man. Ja, lekker, man. 47 kijkers. Wil je... Anko even doen, neer. Even kijken. Dan gaan we deze kant op. Heel snel. Ben je op top? Ga zo door, maatje. Dankjewel, Anko. En ik zou zeggen, welkom. En even allemaal een weetje in de chat, want... de emotes worden geband momenteel, dus daar gaan we straks even verder. Ja, weet je, een mooi donorsoundje, hè? Die heb ik gewoon zelf gezongen. Wat denk je daarvan? Ik heb ooit, dan moet ik goed, moet ik niet gaan liegen, een jaar of... Het was het laatst, 10, 11 jaar terug, heb ik ooit een nummer zelf gemaakt. En dat is dit nummer. Wou je naar een pluk of wat wil je? Mijn PC is... Ja. Kan je future blijven? Oh dear. Oh ja, tuurlijk. Ja, daar blijf ik wel, ja. Even kijken, mijn PC specs. Ja, dat is mijn eigen nummer, jongens. En iedereen die zit hem te zoeken... Maar ik wil niet prijsgeven, want hij staat ook gewoon op YouTube namelijk. Even kijken. Mijn PC-specs, die kan ik wel fixen heel snel. Ik ga heel even gauw uit mijn scherm van Swift. Weet je wat, anders ga jij even een stukje rijden. Zo. Dan moet ik heel even naar mijn andere kanaal. Log in. Ja, we gaan het gewoon even fixen waar de kijkers bij zijn. Die heeft dat volgens mij. Moet je wel even je nek kraken, hè? Hai, na. Even zien, die. Dan gaan we hier weer uitloggen. Ja, dat is gewoon nou, man. Ja, soms heb je dat. Nou heeft hij commentaar op mijn rijkunst, hè? Niet dat het altijd goed is. Anko is geabonneerd, dankjewel. Ik denk gewoon standaard s'avonds laat om te gaan streamen, man. Even kijken, waar hebben we Barry Bengel? Hier zo. Oké. Toestaan. Die opdrachten. Opdracht toevoegen. Die. Uit het breken. Deze moet alleen aangepast worden. Dit moet worden een RTX 3060. Uitroepteken specs in de chat, dan zie je de specs van mijn setup. Ja, het probleem is, ik gebruik 3 schermen en op het moment dat ik uit mijn scherm ga... Hé, en dan heb je het over mijn rijkunsten. Ai, na zeg.
Ja, die kun je gewoon zo nog een keer doen. Man, die jongen. Rij gewoon AMWB als je nog kunt rijden. Is veel gezelliger. Ja, nou doet hij het niet meer zeker. Een beetje last van hoofdpijn, denk ik. Een beetje wel. Ja, die setting die zoek ik. Keep focus, ja? Is dat die setting? Hé hey, meneer, uw auto is kapot. Dat weet ik wel zeker. Is dat Barry? Jazeker. Heel Barry. Hallo dan, hoe is het? Goed, wat vind je van mijn auto? Oh, die paarse nice, groene nice. Auto voor jou. Ja. Oh. Nice, nice. Echt, ik ga hem echt een keer testritten, man. Want echt waar. Kom dan. Kun je dat niet testritten? Zo... Ja, ik ben in dienst, jongen. Dienst kan ik niet testritten, man. Maar... Ik vind het kleurtje mooi, omdat niet iedereen heeft hem. Ik weet al welke Goonie. Nee, beter toch? Oh, de. Kijk hem, man, hè. Hey, ik weet al welke Goonie in je auto dat is, man. Wel hè? Op zich, die kan wel op die. Maar waarom kan ik hier niet opklimmen, man? Hai, nee. Bij bodycam? Jazeker. Lekker, man. Zeker. Even kijken. Oh, je doet nu ook zaken? Ja, dat doe ik al een tijdje hoor. Lekker, man. Ja, toch. Even kijken. Ja, doe je ook wisselen? Even kijken, keep focus. Nee, nog niet. Dat is het enige wat ik nog niet kan. Ah. Even kijken, keep focus. Kopen wel. Oh. Ja, opkopen doe ik wel, ja. Voor hoeveel? Dus een beetje afhankelijk van de hoeveelheid wat je hebt. 400. Is er nog niemand. En dan heb je het over komkommers of frituurvet? Ik heb het over eiland komkommers. Die eiland komkommers, daar heb ik nog geen ervaring mee, man. Ik zit nog te wachten op een eilandvoertuig, zodat ik dat wereldje ook kan ontdekken. Alleen die car dealer is daar nog steeds leeg. Ja, ik kan jou wel mijnen verkopen. Wat heb je dan? Zo'n, ik weet niet precies, zo'n Sandler of zo. Seminole? Hoeveel, Nee, die andere. Volgens mij 80. Ik krijg 69 euro van een ID. What the fuck? Hoeveel? 69 euro van ID 4814. Nou, dankjewel bij deze. Ik weet niet wie het is, maar... Dus degene die, 80k start. Niet die Seminole, een hoger. Oké, okay, maar hoeveel kofferbak inhoud heeft hij dan? Oh, die heeft 100 of zo, ja. Ja, 80 of 100. Nee, mijn heeft 80, dus jouw is 100. Ja. Oké. Weet ik kopen. 80k. Voor 80k? 80k is wel goedkoop. Maar wat heeft hem voor 100k gekocht? Ja, van jou, Barry. Die wil ik wel kopen, ja. Heb je een boot? Anders ja, neem ik je wel mee. Tuurlijk heb ik een boot. Maar wat voor boot heb jij? Ik kan je vier man. Ik heb speeder. Welke heb jij? Ik heb speeder. Mijn verloofing gaat wel sneller. Kan degene die Raggie spring even hier af. Mag ik mee? Ja joh. Gezellig. Kom ik... Hallo. Ik heb een contract, dan rijd ik met jou mee. Ja. Dat is een beetje bruut. Hai, hoppa. Toppie. 5 plus AMB, ik ben in mijn enigste hier. Ja, toch. Lekker man. 69 is weg. Ja, toch. Lekker doorgrinden, jongen. Kan jij een beetje dansen, Barry? Nee, joh. Nee, joh. Ik ben niet zo soepel in mijn heupje, hoor. Daarom mag hij me. Hij is van het dansen. Ah. Dus, hij pas op, boys. Oh. Wat? Oh, ja. Hij beurt. Gaat je auto? Nee, kapot? Ja, maar dat is bewust, anders krijgt hij hem niet heel. Hey, moet ik nog een contractje halen of had je die al gehaald? Nou ja, ik heb al. Oh, top. Oh. Is een vriendenprijs, hè, voor jou? Ja, topje man, dankjewel. Ja, dan doen we die van Aasje. Ik doe even mijn auto bij. Boven, ja. Op, anders blijft hij hier staan. Ja, prima, joh. Ja? Ja, joh. Doe maar. Hai, tot zo. Jo, tot zo.
Nou ja, sorry boys. Kijk, toppie. Is het? Dankjewel man. Ah, oh, laat die maar staan. Inpoint die maar. Ja, 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 jongens. Ja, dan gaan we dus even naar het eiland. Zo. Weet je die locaties? Hele goede avond, Barry. Goedenavond. Hé, hey, waar ben jij? Hey, ik ga zo naar het eiland. Rijden. Is goed, dan rij ik met jullie mee, ja? We zitten vol. Is die twee personen? Ja, we staan op de bootje, dat komt wel goed. Ja, dat is goed. Wij gaan naar Plezierhaven nu dan. Kom ik eraan. Yo, wachten we op je. Hoi. Yo, yo. Ja, gaan we naar Plezierhaven. Hey Barry, weet je ook die tijden van die plugs? Ja, die heb ik heb van meerdere mensen heb ik dat al gehoord, maar ik raak dat al kwijt en zo. Dus nee, nog nieuwe tijden nog niet. Volgens mij zijn mijn, nieuw. Als je mijn nummer opslaat, dan mijn app stuur ik die wel door. Ja, wacht even dan. Ik join later jullie deep web. Ik heb geen telefoon. Ja, joh. Kun je nog een keer je nummertje zetten? Ja, je moet hier links. Moet daar links, man. Hier rechts erop rijden. Ja, hier rechts. Ja, toch? Yes. En dan hier links? Yes, ik heb je nummertje. Ah, ja, als je me daar een appje stelt, zou ik je die tijden doorsturen. Ja, doe ik. Kom goed. Nee, kom maar. Moet even wachten op Asja, als die er nog niet is. Ja, dat past wel maar vier man in de boot. Ja, maar hij zegt, ik ga wel staan. Ja, dan kan hij wel een broodje vakantie krijgen, zeg maar. Ja, is dat zo? Mijn boot oppakken? Ja. Ja, anders gaan we twee boten. Mijn god, broer. Oh, de. Oh, de. Hey. Ik ben niet zo snel, hè. Oh. Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Maar ik pak mijn boot wel. Kijk dan. Salam alaikum, broeders. Hallo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ja. Ja. Is het de ene weg tot Barry? Jazeker. Yo. Zo, wacht. Yo. Wat is Barry? Yo, yo. Ik ben Barry Bengel. Hey. Ja, hey. Ken je mij nog? Hey, hier. Hallo. Ja, yo. Zeker. Valentino. Ja, kan ik 300 tonnetjes bij jou verkopen? Bij mij? Ja, zeker. Kan dat wel. Kan je dat nu aannemen? Ik wil eerst even naar het eiland. Ik moet even een eilandvoertuig overnemen, man. Oké. Okay. Heb je stuur mij maar een... Heb je wacht, wat is je nummer? Ik wil zeggen, 06. Twee seconden. Ben ik iemand van bij jullie? Voor het voor de speedo? Ben je stap in, kerel? Ja, wacht even, ik moet even een nummer uitwisselen. Ah, joh. Niet te populair worden, hè? 57-785-334. Er zit ook wat eten in het dashboard als je hem nodig hebt. Nee. Heb je hem? Valentino. Wie zijn jullie allemaal dan? Heb je hem? Wat trades, man. Oké dan. Ja, maar er passen maar vier man in, man. En als je gaat staan, kan je een... Weet ik niet. Hey, Swift, anders stap jij bij die anderen. We gaan met twee boten, toch? Valentino, had je mijn nummer opgeslagen? Hey, ik heb je nummertje niet gekregen, man. Oh. Hij doet dat zo, joh. Nee, stress. Doe dat zo op eiland dan, boys, alsjeblieft. Barry, hoort die longfin bij ons? Deze, ja. Nee, die andere. Hoe is het dan met de boys? Ja, goed. Hoe is het met jou die dan? Andere? Nee, die hoort niet echt bij ons. Stabiel, stabiel. Stabiel, stabiel. Zo, kan lekker beter, stabiel. Ik krijg een worstenbroodje van iemand, lobby. Ei. En de fondatje, lekker hoor. Nee, ja, toch? Genieten. Een soort van vakantie dit, hè? Lekker, man. Ja, ho. Ik heb trouwens een eigen contract bij me, Barry. Dat, dat is niet handig, die heb ik ook niet bij me. Maar ik heb hem. Ja, maar ik moet er twee hebben. Oh. Heb je er twee of niet? Ja, die kan je gebruiken, als het goed is. Nee, volgens mij niet. Volgens
mij niet. Nee. Oh. Of je moet hem heel snel droppen aan mij, maar dat zien we. Nee, dat ga je niet redden. Oh ja, ik haal hem gewoon in. Lekker man. Ja, alleen ik volgens mij. Oh, dikke billen, dikke billen. Ja, ik ben heel even mijn eiland. Ja, ik mag daar niet op reageren, dat is meta, hè. Dat, aan Barry Bengel. Dat mag niet, jongen. Ja, Barry, heb je al wat plantjes? Ja, ja. Ik ben vandaag weinig geweest, maar ik heb wel wat plantjes. Maar niet, nog niet die van het eiland, zeg maar. Nou ja, die, als je die eiland hebt, moet je naar mij komen, hè, dat weet je. Ja, ja, ja. Oké. Klopt. Maar Barry, ga je nu gaat het echte geld komen. Ik ben benieuwd. Op het eiland gaan de plugs niet op, zeg maar. Maar hoe laat is die pluk op het eiland openen? Als je mij een appje stuurt... Hebben we ook gewoon tijd, hè? Als je mij een appje stuurt, dan zou ik je ze meteen eens alles uitleggen. Kun je niet... als je op mijn... als je even op de kaart kijkt, zeg maar. Ja, hè. Naar die markering. Moet je misschien even je bodycam. Ik weet niet of je dat aan hebt. Ja, ja, bodycam is aan. As usual. Moet je even oppassen. Ik weet niet of je dat mag delen, namelijk. Dat is wel een goeie. Maar daar is de eerste pluk. Ja, je mag de pluks mag je wel delen, zeg maar. Ik mag wel gewoon op bodycam. Ik mag wel bodycam op de pluklocatie. Okay. Maar volgens mij is het dan met markeren weer anders. Maar hoe dat precies zit, dat weet ik dan ook niet. Even kijken. Hoe oud ben je, Barry? Ik ben 39, jongens. Van wie is die? Mag ik ook niet op reageren? Ik zou graag reageren, maar ik wil gewoon voorkomen dat ik aan meta doe, jongens. Eiland mag sowieso een boot kopen. Of een auto. Wat zeg je? Ga je deze longvin ook kopen? Nee, deze is niet te koop. Maar voelt toch wel. Je gaat twee. Ik ga twee kopen, ja. Zo, Barry, jongen. Je hebt wel veel geld, hè? Barry op pap. Ik, ja, ik wil het gewoon goed voor elkaar hebben. Lekker, man. Weet je, als we naar eiland gaan met meer mensen plukken, ja. Dan blijf je heen en weer gaan. En als je gewoon twee hebt, ik dan heb kun je gewoon... Ik heb per ongeluk vanochtend met boten kopen, Barry. Anders had je mijn long niet kunnen kopen. Nou ja, het ding is, ja, wel, Barry. Bij die pluk 1 kan je gewoon met de boot plukken. Dat is heel handig. Ja. Maar die pluk 2, zeg maar, die is wel echt alleen met eiland botten. Ja, precies. Helaas. Je moet eigenlijk niet met de boot plukken, want dan wordt je boot opengelast. Dat is niet heel goed. Ja, klopt. Dan ben je al je bladeren kwijt. Dat zou ik niet doen. Ik kan hem niet wegzetten. Waarom kun je hem niet wegzetten dan? Zet mij eens mooi bij het steigertje af, dan hoef ik niet te zwemmen. Oh, high class Barry, ja? Nee, toch? Nee, ik verzuip mezelf nog wel eens met zwemmen, zeg maar. Dan moet je weer de voorkant lopen. Oh, ja, die pallen. Ik pak hem er helemaal uit. Ja, helemaal goed. Salam alaikum, broeder. Nee, dan zeg je alaikum salam, mogol. Nog helemaal vol. Ja, precies, ja. Er zit nog een repackage in. Die moet je goed bewaren, want op eiland kan je band wel eens geschoten worden. Door rare mensen. Ja, ik heb altijd ook wel op mij naar die packet, ja. Want ik heb al een paar keer meegemaakt dat ik met mensen mee ben dat ik ze niks bij zich hebben. Hey Barry, hey. Als je even in wil stappen, dan verkopen we mij. Ja, ja, hier, 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 kom straks aan, ja. Ja, ik kom zo aan. Beloofd, beloofd. Ze zijn in de... Hier in de store, zeg maar, zijn ze ook gewoon 80k. Ja, precies. Jij bent NL Gamers? Yes. Daar staat het op. Dat moet nog een keer aangepast hebben. Moet even ophangen. Je moet wel snel die ding droppen, hè? Anders denk ik dat het anders gaat werken. Dus dat komt goed. Top. Yes, top. Dan heb je dat contractje nog. Moet ik even snel uitleggen over die plugs, want die moet zo wel de stad uit. Ja, zet ik even deze weg. Ja, is goed. Waar zit dat punt voor wegzetten dan? Daar. Hier. Oh, daar, ik zie hem. Daar is één. Oké. Ik ga even die tijden voor jou in dat ding zetten. Ik moet ook deze auto even doen. Als je die even in de app doet, dan
Lekker ja, we blijven actief hè. Kinderen, jij? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Wat zei je? Ik zei, kijk eens aan. Zo zijn we hè? Nou, het duurt er altijd even tijd tussen. Ja, moet je even kijken. Ja, nou krijg ik hem. Kijk. Toppie, dankjewel man. Geen stress, broeder. Lekker man. Weer lekker vol plukken, jongen. Ja, toch. Zetten we deze ook even weg en dan ga ik even het... Is dit Zwift? Dat is Zwift, ja. Ja, Jesse. Hoi, joh. Hoi, Zwift. Je bent veel trager, man. Wat zeg je? Ik ben helemaal aan het opschrijven, hoor. Je bent nu pas hier. Je weet wie ik ben. Ja. Dacht ik al. Heb je hem gekocht? Ja, ja, ja. Ik heb $500 jongens. Ik heb €23. Heeft iemand toevallig een extra GPS? En 1000 schulden. Ik heb eentje. Geef die aan mij. Nee. Ik heb hem nodig. Nee, ik heb hem nodig. Je weet wel, pew pew. Gaan jullie nog wat doen? Of iets doen? Of? Nee, ik moet zo nog even dingen aannemen en zo. Nou, dat zijn ja, eigenlijk wel de tijden. Zaken, hè? Wacht, heb je eigenlijk zo'n auto? Dan zet ik even voor de tweede pluk ook een markering. Nee, anders rijden we er wel heen. Dat is misschien makkelijker. Ja, dan kan je ook gelijk de route. Is Coke actief? Welke kan je het beste pakken? De body of de ranger? Daar zijn we ook zo allebei even snel. Kan, body kan wel meer man in. Hé, hey, later man. Nou, zal ik even de route zetten? Dus in mijn hoofd is dat... Ja, ik weet wel waar die zit, dan zie je. Hier ergens toch? Of hier? Nee, niet de coke plukken, de actie. Berg gaat coke doen. Ik ga, oh, allemaal, ik ga allebei doen. Nou, wat ik jou heb doorgestuurd is ecstasy, man. Ja, dat lijstje die ik jou heb doorgestuurd, Berry, in je PM, dat is coke. Ja, precies. Zo, kijk, Berry krijgt alles, jongen. Ja, we gaan even... We hebben van vrijdag... Nee, maar luister, we hebben vrijdag 48 uur stream. Ja, dan ga ik chillen met jou. En dan, dan ga ik ook 48 uur. Ja, dat is goed. Maar ik ga niet streamen. Ah, come on. Ja, dat is een ja. Wow, maar hoe ga je 48 uur lang wakker blijven? Ja. Hoe ga je dat doen? Ja, gewoon wakker blijven. Beetje koffie. Hey broer, gedraag met koffie. Je asjafar voor de keer een paar tanden gegeven. Dus, ja, maar dan heb ik sowieso in mijn hoofd om 15.000 met te plukken. En veel hier op het eiland ook te knallen, zeg maar. Nou, kom maar, je op het eiland. 15.000 mef? Kun je beter 15.000 koken doen? Dat verdient wel wat beter, denk ik. Oh, wat? Ja, maar we gaan Love is, je kan mij volgen. Gaan we naar de walvis toe? Nee, maar hij is maar deze, dan weet je waar die zit. Maar voor al die plugs zou ik je gelijk ook echt zien laten zien. Voor mij moet je zo nog wel een repair kitje doen, want die auto die rookt. Hier rechts? Hier rechts? Ja, hier naar rechts en dan links die bult op. Hier naar links sturen. Of bloot. Hier naar boven. Ja. Hier naar rechts. Joh, echt hè? Ik denk om nauwelijks meer overuit. Zeg maar hiervoor, als je nu naar voren kijkt, hier beneden, ja? Hier zit de pluk voor koken. Oké. Okay. En dit is villa. Zeg maar en hier ben ik van de week met dingen geweest. Hoe heet die? Kilian. Met Kilian, met de heli. Ja, we moeten even uitstappen, want onze lelijke shit maakt de auto. Je bent een soort van tour guide, jij, hè? Hoe is het rijden? Ja, het gaat goed, jongens. Wow. Hij mag sowieso op stream, ja, hadden we gehad. Niets, ik zie het wel echt. Lekker man. We hebben twee eilandvoertuigen gekocht, dus dan kunnen we ook gewoon grinden, jongens. Oh, Mattie van mij is naast gescamd bij jullie. Bij scammen? Ja man. Nou ja, dat was toen die grote wipe was, soort van bij jullie laatst. Veel mensen zijn weggegaan. Ja, dat waren cheaters en mensen. Welke hebben we nog meer? Deze hier. Kijken waar die zit. Yes. Die is ook van kook. Dat is walvis. Hey, Swift jongen, ga draagjes man. Hi, nou. Stap uit. Wat stap uit? Oh, misschien je praat gewoon hier, hè? Lekker fluisteren. Ga
Zeg gewoon maar Zwift. Zit je in de woonkamer? Hij zit op in zijn kelder. Nee, hij ligt op bed. Die ligt in zijn slaapzakje. Zoiets. Zwift, bro. Je kan niet eens praten, broer. Dan mag je niet eens praten. Oh, wat zeg je dat ik uit moet stappen, jongen? Ik help Barry alleen maar. Ja, toch. Hij heeft tegen mij die lelijke. Oh. Zo, Zwift, gedraag je, man. Je bent een bodycam. Mensen krijgen nou een heel ander beeld van je, hè? Ja, bro, je moet je beste windje voorzetten bij Barry. Ja, ik zit mijn middelste been wat naar voren. Ja, hij is een kringspier waarschijnlijk dan. Ja. Even kijken hoor. Hey Barry, heb jij een beetje een goede PC of niet? Ja, uitroepteken specs in de chat, die heb ik er net in gezet. Oh, ja, kom dan. Want jouw game ziet er een beetje grijs uit. Ik zal als jou een reset downloaden, man. Ja, maar ik krijg reset, krijg ik niet voor elkaar. Ik heb dat laatst gedaan, maar ik heb ook sowieso. Voor mijn gevoel gewoon heel weinig FPS zo mijn kaart veel meer aan moet kunnen. Oh. Ja, misschien moet je dan bepaalde apps die je niet gebruikt even afsluiten. Die taakbeheer, dat scheelt ook alweer heel veel. Ja, maar hier zit hij dan of niet? Ja, hier rechts. Hier rechts en dan, ja, als je gewoon hier... Ja, hij is actief. Hij is actief ook. Oh, dan gaan we even plukken. Gaan we even plukken voor Barry. Het zal. Gaan we even plukken. Ja, dan kan hij gelijk leven bij mij. Ja toch. Kijk. Oh, zo even die auto op slot zetten. Van plan toe? Goeie nummer van die guy die meth verkoopt. Allee bro! Verkoopt die meth? Ha? Benny, ik had nog gezegd dat deze actief was. Jongens, ja, weet ik, maar ik moest even de andere plukplek even zien. Ja, Barry, Barry! Ga naar Barry! Okay. Oh, is die mee? Kwam meneer, even voor even nee, ik heb een contractje bij. Ah bro, even hier voor die telefoon. Waarom begint dit? Wat een nummer heeft van iemand die meth verkoopt? Ja, meneer. Zeg ik die nummer van iemand dat me koopt? Ik heb dat niet bij me. Kun je die nummer zeggen aan mij? Hey Barry. Ja. Geef nu even je nummertje dan. De fuck is die nummer? 06. Kan je niet zo wisselen? Ja, ik plak hier. Ja, tuurlijk. Huh? Is de... Heb je hem? Wacht, 06. Ja, 57. Ja? Ja. 785. Ja. 334. Ja? Dat is hem. Wat is zijn naam? Barry. En is dit Junta? Zit hij in een gang of zo, of niet? Eldorado. Kun je nog een keer zeggen? Nee, ja, 06-57-785. Wacht, Eldorado en dan? 334. Junta. Bro, ik loop nog even iets anders doen. Hey Barry, kun je hem nog een keer zeggen? Ja, zeker. 06. Barry, dit kost geld, hè? 57. Daar hoor ik dat nou. 785. Hey, kun... Sorry, Barry, kun je hem nog even noemen? Wat zeg je? Are you really kun je hem nog even opnoemen? Ja, even opnoemen? Ik... 06. 57. 785. 334. Zelfstandig ondernemer voor het UWV. Ja, heb je hem? Very chill. Lang blijven, want ik moet eigenlijk wel zo in de land. Ja, anders kan ik met mijn eigen boot sowieso ook, hè. Die kan ik hier ook gewoon eruit halen, geen probleem.
de Jackson? Waar is Jackson? Hey Barry, jongen, copy-paste hem even boven je hoofd anders. Ja, ik heb geen nummer boven mijn hoofd nog. Ik heb dat kaartje niet. Moet je anders even het nummer van Swift pakken? Die kan jou zo mijn nummer doorsturen. Ja, dan. Dit is zeg maar, ik probeerde even te luisteren naar je, maar er zaten ook mensen in mijn oren te schreeuwen wie het anders. Nee, snap ik. Dus als je misschien nog nu even kan zeggen, misschien ja? nu 06? Ah, 2 seconden. Ja, wat is dat? Hey Barry. Ja, 5-7. Ah, ben je go? Ja. 7-8-5, en ik word gebeld nu. Wat is het, man? 5, ja. 3-3-4. Dat is 3-3-4. Mijn nummer. 3-3-4, ja. Yo. Yo, motje. Yo, Barry. Yo. Hoe dan? Yo, wat ben je aan het doen? Ik sta op het eiland kook te plukken. Ga je zo dadelijk nog naar land? Wacht even. Ja, dat is wel de bedoeling om te doen. Hoe laat ongeveer dan? Ik weet niet hoe lang deze actief is. Dan moet ik nog met de boot terug. Dus, Wat jij in de Porto? Ja, alleen volgens mij ander kanaal. Moet je even Swift een appje doen? Ik heb zijn nummer niet, man. Oh, oké, ja, kom ik er zo even op terug. Bel zo even terug. Ga even gauw plukken. Is goed, yo. Wauw, iPhone. Hey Bonko, ja zeker plukken, man. Hey Bonko, ik had je nog gezegd dat het niet ging lukken, man. Anders, man, sorry. Morgenmiddag kon wel, had ik nog wel aan je gezegd. Nee. Ja, dat maakt niet uit. Morgenmiddag zou wel kunnen. In de loop van de middag. Ja, of tijdens de 48 uur stream. Ga even actie maken. Lijkt me ook wel leuk. Dikke billen, ik kan daar niet op antwoorden. Dan doe ik aan Meta, jongens. Dat soort vragen kun je stellen. Dan hoop ik gewoon dat de kijker reageert. Ik kan daar geen antwoord op geven, man. Waar is die Serbian Mafia guy? Koepen, alsjeblieft. Wanneer? Vrijdag. Die begint vrijdag. Om 12 uur 's middags. 56. Go, daddy. Gewoon een steek of. En dan tot zondag 12 uur. Ja, je vertrouwt me niet elke man. Ja, ik versta het. Ja. Nee, ik call ja. Nee, ja, ik vertrouw ik ja. Nou, ik sta hier meneer, ja. Ja, 50, ja, 50. Is goed. Nou, moet jij natuurlijk weer voor u of waar? Ja, hier. Dat is 1240 again. Dank u wel. Mijn lang. Gedraag je eens, mammogoltje. Mooi, mijn man. Heel kalm. Laat me even eerst die halen, wacht even. Mijn vraag. Ja, papa, kom zo. Hey, Barry, bro. Yo. Zullen we even terug gaan? Ja, zeg maar. Naar land. Ja, want zeg maar, de helft hoeft niet te plukken, zeg maar, nu. Ja, dat is goed. Ja, toch? Hai. Hebben we iedereen verder dan? Morgen, vanaf morgen vroeg zou ik gewoon gaan kookplukken, man. Dat is beter. Ja, best. Kook verdient het beste, ja, denk je. Eigenlijk, Barry, moet je nu gewoon van die wiet afgaan, man. En alleen nog maar met en kook doen, want dat verdient veel meer. Ja, maar wat is veel meer dan? Kook verdient wat, echt. Dat is dan wat ik mij altijd dan afvraag. Kook is het beste verdiende geld. Daarna met en dan pas wiet. En wiet verdient echt het minst van alles. Dus ik zou stoppen met wiet, aangezien je nu alles hebt qua voertuigen en zo.
Ja. En gewoon met en coke gaan doen. En met moet je alleen plukken en verkopen eigenlijk de tonnen. Ja, ja precies. En coke moet je eigenlijk gewoon omruilen bij mij. That's it. Ja. Of je planten verkopen kan ook, maar dan maak je. Kun je door of niet? Nee. Je niet. Moet die naar boven. Maar jullie nemen niet zo vaak de pers over, of wel, GSF? Wij rippen alleen en schieten alleen eigenlijk. Welke kant op hier naar boven? Rechts, hè? Ja, hier rechts, ja. Ja, broer, het is onmogelijk om te persen, is dat. Of je hebt Jalisco of je hebt GSF die daar op de pers staat. Nou ja, ik ben benieuwd wat er van waar is, maar Jalisco, ze zeggen dat Jalisco op mij hunt, dus ik zou niet weten waarom. Nee, ze mogen geen bounties op mensen zetten, dus dat scheelt. Dus daarom. Tja. Hieraan denk ik, hè? Ja. Een beetje de weg gaan ontdekken, want... Die weg die leer je vanzelf wel, joh. Ja, joh. Als je hier gewoon vaak genoeg komt, Barry, dan ken je hem uit jou. Ja, toch. Soldaat. Kijk. Ik weet niet hoeveel jullie nou hebben geplukt, maar anders dan kunnen jullie dat gelijk bij mij leveren, zo. Gelijk zakjes voor je. Ja, dat komt goed. Wat een service. Zo. Barry staat trouwens op wispen volgens mij. Je moet even op normen gaan, we horen je bijna niet. Dus met de Z-spier. Nee, met de F11. Oh, ja. Barry, wat? Ergens anders. Wat voor boot heb je, Barry? Dit is even een ding, een dinkie of zo? Dinkie volgens mij, ja, een dinkie. Ja. Beste zal nog dan upgraden aan Longfin ofzo. Ja, die was het. Ja, er gelijk 800 planten mee. Nee. Ja, maar Longfin was het niet. Dan moet je op Twitter zoeken gaan. We gaan het. Ja, dat is goed, Bonko, daar hoop je aan. Ja, Bonko wil gewoon dat je bij hem levert. Hij is geldwolf. Ja, nee, helemaal niet waar. Echt wel. Bonko is een toffe gast. Met Bonko maak ik tenminste actie mee. Ah, nou, dan moet je zo'n dagje met GSF meelopen, dan maak je iets meer actie mee. Ja. Oh, bij Treetje is ook wel nog. Ja, binnenkort ook even bij Alba kijken. Die hebben ook, gaan mij ook uitnodigen. Heb ik in de bodycam vernomen gisteren. Barry wordt voor alles gebruikt, joh. Ja, maar Barry is gewoon zoals een stagiair. Ja. Ja, ik heb al stage gelopen bij de car dealer, hè. Ja, joh. Ja, zeker. Barry de Bengel, opa Cor, welkom man. Wat zeg je? Zat er nog meer op de planning? Ik heb een aanvraag gedaan voor de Kamar. En meeloop bij de politie. Ik wil gewoon alles zien op de achtergrond, weet je. Gewoon. Ook voor de content is dat gewoon leuk dat je het vanaf een andere kant kunt bekijken. Een soort van Barry blijft slapen. Ja, zoiets. Maar dan zeg maar een uurtje. Barry blijft slapen bij? Dus, ja, precies. Bij Vito. Dus, nee, dat soort dingen, weet je. Dat, maar sowieso, als je kijkt hoe hard het gaat, op de subs nu alweer. We staan nu alweer op 409. Zo. Dus, ja. Je bent geliefd. En It's Defton, die heeft mij vandaag in het content-kanaal van Future gedropt. Ah, daar heb ik gezien. Nee, ja. Dus, ja. Oh. Zo. Als je nog niet zee ziek bent, dan, Ja, bro. Je moet weten wat er allemaal ligt op de grond. Ja, Renzo, welkom. Ja, er wordt genoeg weer gedroopt. Ja. Hey, Swift, jongen. We gaan voor een trailer voor je fikken en minimale mili maken. Hou op je aan, Bonko. Echt. Ik ben benieuwd. Barry voor content creator. Als je de chat van vanavond terugleest, heeft Mello mij het een en ander gevraagd. En ik heb ook vandaag contact met Mello gehad voor de shootout video van hem.
Nee joh. Dus we moeten nog wel even gaan oefenen met shooten, want dat 5M shooten, dat is nog wel even anders. Ze zeggen potje wave zo meteen. Ja. Ik ben down hoor. Ik denk morgen eerder potje wave. Ik berg je stap eerst maar even af. Oh, dat mag. Maar dat je zo meteen wat drinkt. Ja, daar hebben ze ook weer wat, hè. Swift, ik zweer, ik schiet jou zo meteen. Nee. Zo. Stap in ergens, ik ga jullie wat moois laten zien. Nou, Bergen, het was mijn genoeg, hè. Ja, bedankt, hè. Fijne avond. Hey, het is een fijne avond, hoi. Bergen, ben je ooit bij het GSF terecht geweest? Nee. Volgens mij niet. Wil je een rondje? Ja, zeker. Zo, dat is even hoofdpijn, zeg. Ja, dat ook even hoofd. Ja, en we maken een fotootje, als dat mag. Ja, dat mag. Het is druk nog in de stad voor zo laat, joh. Ja, maar gisteravond of vannacht ook. Moet je kijken hoeveel man er nog was en wat er nog allemaal aan roleplay liep. Die gijzeling en zo. Ja, ik weet het. Rick V die zegt, en ging je nou binnenkort ook nog een dagje met Glero meelopen, Barry? Ik begreep zoiets vanaf mijn netvlies. Ik heb Glero gevraagd om te vragen of daar mogelijkheden in zijn, ja. Zo. Wie is dit? Collega. Ah, die is bezig. Nou, welkom. Ja. Dit is een mooi pandje. Ziet er nice uit. Nou, kom, dan gaan we eerst deze kant op. Hier hebben een beetje een bar. Kijk, een beetje voor de ontspanning. Maar wie... Welke lelijke is dit, jongen? Kom, zie je dan? Dacht ik al. Nee, we hebben hier gewoon een beetje een bar. Ja. Deze chillings. Hier hebben we een rokersruimte trouwens. Dus hier roken we de joints. Nice, nice, nice. Lelijkheid. Ik weet nog steeds wie dit is. Het zal wel. We hebben een mooi gym gedeelte. Beter. Als je een potje wil boksen tegen Swift, kan dat? Nee, dat gaat niet goed. En niet slaan, jongen. Ik ben bijna dood, pik. Niet doen. Hij denkt op wie gaat dat hij grappig is. Hij heeft wel lef, hè? Ja, hij heeft wel lef. Ik weet ook niet wie je het is. Je kent wie er achteraan gaat. Dat zal ook niet. Even kijken. Echt, hè? Ah, voor de rest, ja. Het draagje is, pik. Wie is dit? Ah, het zou... De kleedkamers. Ja, de kleedkamers. Ik weet niet of hier nou nog wat zat trouwens. Volgens mij niet, nee. Ergens anders. Dan gaan we naar boven. Ah, hier links kunnen we niet in, dit is voor de baas. Okay. Dan hebben we hier een klein wc'tje. Lekker. Is voor zee wel leuk als hij een beetje kan wiepen. Mm-hmm. Oh. Oh nee, de NPC hoor, hij is de stad uit. Ah, hier heb je kleding. Nou moet je hem nog even gauw doodslaan, dan komt hij morgen dood de stad in. Nee joh, nee joh. Nee, dat mag niet. Ah! Ja, daar kunnen we niet in. Oh. Nu wel. Nice. Afblijven, Swift. Swift, kom jongen. Ipo. Sla ik je gewoon daar, hè? Even kijken.
wat meer boven. Even kijken. Hierheen gaan. Oh, hier. Dat is niet zo heel bijzonder. Valt wel mee wat er is. Hier die deur hier naar links gaat, gaan we naar de bovenkamer. Of bovenkamer, dat is gewoon het dak. Ja, precies. Kom je hier? Ja, precies. Ah, wel mooi zo. Oh. Ja. Oh, kom maar. Wat is dit nou weer? Hij glitcht. Nee, glits. Doe nog eens. Ja, het is dubbel. Ja, wacht even. Oh, zijn er al. Ja, we zijn er. Oké, top. Nou, dan hebben we nog een mooi dingetje. Hier, hier verstop ik Zwift zo meteen als die niet op. Ja, kijk, dat is goed. Hoi, hè? Dus Zwift, ga maar zitten. Dat is wel een mooi plekje. Oh mijn god, wat ben je allemaal aan het laten zien, jongen? Voor de rest niet heel veel speciaals. Nee, precies. Hey, ik hoop niet dat je de camera laat zien, hè? Wat? Iedereen weet het, joh. Hey, Asha. Kom mee, Dario. Asha. Mag ik eruit? Ja. Hallo. Komt u maar. Wie zegt het überhaupt? Dat is Barry, joh. Ken je hem niet? Hoor je mij, Asha? Hoor je mij niet? Wij horen Asha en jou allebei. Asha zit tegen jou te praten. Asha. 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 Hoor je even jullie mee? Ik hoor jou wel. Ik weet niet of je mij hoort, maar... Ja, maar ik hoor deze Asha niet. Maar Asha is voor mij nu ook stil. Ja. Moet je naar buiten? Ik weet niet waar Asha is. Ik weet het ook niet. Hey Harry. Wat is je allemaal aan het doen dan? Hey Barry. We gaan ervoor, Barry. Kom. Ik heb een cadeautje voor jou, kom. Oh, wacht even. Ik moet even mee. Hop, cadeautje. Kijk. Oh, nice. Nice. Ja, hou, jongen. Dankjewel, man. Wat, hè? Ik ben niet al mensen eraf tjoepen. Ja, toch? Dat gaat goed komen. Ah, kom weer. En dat hoop ik dan. Ja toch, hey, dankjewel man. Hey, tje de baby jongen. Hey, tje later. Yo. Even kijken, verder snel is geabonneerd, dankjewel man. Ja, nice inderdaad. Lekker man. Ik zou als ik jou was Berg dat even in de auto leggen man. Ja, daar zat ik ook al wel even aan te denken. Kijk, waar zit... Ja, waar... moet sparen nog. Waar zit die... waar hier zit links. Dat puntje? Ja. Yes. Ik had 56 van die blaadjes. Nou toch, die kan ik wel van je overnemen. Oh joh, wat is hier allemaal dan? Wat is daar nou weer? Ja. Yo. Wat 118? Hij heeft 118 blaadjes. Ja toch, ik kan dat wel even regelen.
Ja, moet me even een goede geven, hè? Moet even een goede opstart hebben in die zooi. Ja, dat komt goed. Gooi het maar dadelijk in mijn mail, dan kan ik het gelijk voor jullie uithalen. Ja, dat is goed. Wacht even mijn. Oh. Hij zit op slot. Oh, wacht even kijken. Oh, hij zit al hier. Ja, Swift is snel hoor. Ik zal alles wel natellen. Yes. Wat zei je? Hé, hey, doe eens een greedy dan, Swift. Ik ga even uitrekenen, zei ik. Ja, dat is nee. Wat kan, Swift? Een greedy, voor mij zit er een greedy emote in, toch? Toch, ik zet het wel even weg hoor. Ja, doe maar joh, neem je tijd. Berry, is nog Porto? Of course zit ik Porto. Oh ja, wat zijn je aan het doen dan? Een andere auto waar je het in kan doen. Wat zeg je? Ik heb een andere auto waar ik dat in kan doen. Ja, voor mij wel. Oh. Wat zijn jullie aan het doen dan? Ja toch. Ja toch. Moment, ik kom zo weer bij je terug, maar even fixen. Oh ja, doe je niet. Moet je even zeggen wie wat krijgt? Ja, ik heb het er al uit. Ja. Omdat je nu nog niet zo heel veel hebt kunnen plukken natuurlijk, maar wat je hebt geplukt is dit. Shift. Je hebt dit. Ja, je hebt er helemaal niet meer. Ja, top, dankjewel man. Dat is weer wel toch. Ja toch. Sufie, kom. Moet je het kwijt of niet? Had jij de 118, had dingen er minder. Ja, dat wij. Switchen. Ja, joh, klopt wel goed. Ja, niet druk om elkaar. Daarom, en dan komen wij wel uit. Zet je auto maar weg. Ja, maar moet hij ze ook in de auto kwijt of niet? Hij is niet duidelijk. Oh, nee, dus oké. Yo Daan, welkom. Abonneetje erbij, Berry, dankjewel. Wat zeg je? Nesten, ik ga de stad uit. Ja, is goed man. Hey, dankjewel. Ja, geen probleem. En we gaan morgen wel even contacten dan, hè? Ja, komt goed. Dus ik zou nog even zo een potje. Ja, toch. Ja. Waar zijn jullie dan?
Yo. 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 Nee, ik ben even op het eiland geweest. Ik heb 2 eilandvoertuigen gekocht. Oh ja, toch lekker man. Wat heb je gehad? Weet ik zo niet helemaal over, man. Zo'n soort buggy, zeg maar. Ja. En eentje eronder. En toen zijn we daar nog even aan het plukken geweest. Toen heb ik nog even een rondleiding gekregen. Toen heb ik nog een mooie Fire-X gekregen. Dus ja, gaat de goede kant op. Je pakt veel, maat. Ga je niet nog een keer eentje verkopen? Dus van het weekend tijdens de 48 uur stream ga ik onder andere met de Bonku op pad. En die zegt van we gaan voor een trailer en minimaal 1 mili verdienen. Dus ik ben benieuwd. En ondertussen zijn we nog lekker aan bodycammen. Inmiddels ook weer een partij abonnees erbij. We zijn over de 400. Dus wat willen we nog meer? Waar zijn jullie dan? Ik ben bezig met meth weer, man. Over een kwartiertje gaat hij open of 10 minuten gaat hij open. Welke? Standaard, gewoon boven berg van Sandy. Ja, oké. Dan denk ik dat wij ook naar Sandy rijden. Dat ik even nog een rondje meth ga plukken en dat ik dan naar bed ga. Ik moet nog even lekker dekker op de pluk even houden hoeren. Ik moet alleen even kijken dat ik even, volgens mij moet ik een auto leegmaken. Ja, ik ga het laat maken man, want die 1000 mensen die ik heb verloren wil ik dat terug maar halen. Maar ben je ze gewoon kwijt dan? Nou, ik heb een refund ticket aangemaakt, maar dat duurt weer een paar weken, dat is zwaar irritant. Maar je hebt wel een staf bij je gehad? Natuurlijk niet, die reageren niet, ik ben al een uur aan het wachten. Meen je niet? Ja, dat is wel kut man. Weet je, ik hoop voor je dat ze gewoon kunnen terugzien wat er gebeurd is. Het zou echt zuur zijn. Ja, ik heb bodycam van alles. Zien we wat er gebeurd is. Maar als ze gaan helpen, dat weet ik niet. Ah, bodycam kan tegenwoordig wel veel betekenen hoor. Nou, we gaan het zien. Ik ga het nu gewoon flink doorplukken, zodat ik vanaf nog een lading kan verkopen voor 1000. Dan zit ik in ieder geval op 120.000 en dan zie ik ook het gaat. Ja toch. De staf reageert niet hard. Ik zit ook al een uur in de fucking wachtkamer. Nog niks gehoord. Ja, dat is gewoon kut. Maar ja, ik snap ze ook wel, weet je. Moet je kijken hoeveel stafzaken ze ongetwijfeld hebben. Het is kut dat het gebeurt hoor. Laten we dat voorop stellen. Maar... Berry, hoeveel auto's heb je en welke? Oh, goede vraag. Van het eiland weet ik de namen zo niet. Maar daar heb ik er net 2 gekocht. Even kijken hoor. Even gauw dit doen. Eerst deze maar eens gaan fixen. Er kan nog 14 kilo bij in. Ja.
Net te vroeg. Even kijken, hoe kom je naar die Centerberry? Ik ben gegund, onder andere op Bunko. En door andere mensen, waar ik ze heel dankbaar voor ben. Even kijken, ik heb 3 Dodge Rams, een Mule, een Lexus en een Porsche Taycan. En een Africat. Die heb ik tegenwoordig ook, die heb ik ook vandaag gekocht. Vandaag flink aan het investeren geweest. Zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Berry, werk je in het echt? Ja, zeker. Ik ben IT'er. En daardoor kan ik het goed combineren. Even kijken, kan hier nog wat in? Ja, hier kan nog wel wat in. Kijk, 110k SWAT heb ik hier ook liggen inmiddels. Beta. Ja, ik weet het. Dat wordt me zo vaak gezegd, maar ik vergeet het gewoon. Dat komt omdat ik het eigenlijk altijd al op deze manier doe. Maar goed. Het is maar weer goed dat mijn auto niet gejat is. Even kijken. Heb ik een repair kit op mij nog? Nee. Heb ik hier nog eentje in het dashboardkastje dan? Ook niet. Nou, even gauw wat eten halen en een repair kit voor de zekerheid. Ik weet namelijk hoe ik ben. Laat ik mijn grol omdoen. Yo, Mootje. Yo, kan ik zo bij jou wiet leveren? Oeh, ik zou niet weten waar ik het bij... Ja, kan wel trouwens. Maar ik ga hier... ik sta eerst op de pluk van meth zometeen. Hoe laat is die? Die begint... kan voor mij 1 uur, dus dat is over een minuut. Oeh, ja, mijn oudste ben er voor. Ik ga wel wat fixen, ook een meth pluk is actief zo. Ja, bij Sandy. Oké, is goed, dan kom ik thuis ook heen. Ja, is goed, man. Yo, yo. Yo, yo. Kan je als ik zometeen op de berg ben, dan kan ik zeker playtime even doen, man. Dan wil ik dat ook wel doen. Zeker. Ik zei, ik ga tot 1 uur live, maar ik weet weer waar dit op eindigt, dus... Ik ga nog even plukken. En dan ga ik even zijn wiet nog aannemen en dan is het mooi geweest. Ai, ai, ai. Ga door. Oei. 100 punten. Hè? Niet eens een lampje. Zeg het niet te hard op. Marlon, ja klopt, ik ken dat stukje, alleen ik weet nog niet precies waar ik erin wil hebben staan. Nu is gewoon alleen man. Al mijn mannen stunten die punten. Jobber, ik stel dit in de scopje, bericht, druk op F8, plak het. Ja, maar je moet door, ja precies, bind key. Ja, I, de een doet I, de andere 0.
Hallo dan. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Ja, goed hoor. Ah, lekker man. Lekker doorgaan. Ja toch, was je gisteren op je VDM-blok, ja toch? Ja joh, gistermiddag. Ja, ik maar dat hebben ze... Huh? Maar dat hebben ze wel gelijk netjes voor iedereen opgelost. Ja. Iedereen heeft gelijk een revive gekregen. Maar ik had geluk dat er meegekeken werd, dus het was heel snel gefixt. Zag het, man. Waar verdien ik wat mee, Beta Frost? Yo, tot hoe laat ben je live? In je hoofd. Wat zeg jij? Tot hoe laat ben je live in je hoofd? In mijn hoofd. Ja, ik denk dat ik deze pluk nog doe en dat ik daarna gewoon lekker plat ga. Mag ik vragen hoe oud je bent in je hoofd? Jazeker, 39. Oh, ben je opa? Jazeker. Echt, hè? Wat de? Asja, rustig aan man, jojo. Ben je morgen gewoon in de stad, Asja, of niet? Ik ben morgen vroeg niet in de stad. Maar morgen in de loop van de middag begin ik met mijn bodycam tot morgenavond. Zes dagen, 12 uur en 6 minuten, jongens. Ja, voor de 48 uur stream moet ik echt al die pluklocaties moet ik even even goed overzicht hebben qua tijden. Want ik ga proberen zoveel mogelijk pluklocaties ook mee te pakken. En natuurlijk ook op andere manieren geld te verdienen. Dus denk aan OV'tje, dat soort dingen. Hai, nou ja, ik heb het je nog gevraagd, man. Ah, je wel storm, kleinigheidje, man. Ja, klopt, ik weet dat je dat altijd kunt aanpassen. Nee, daar is hij, hoor. Ja, hoor. Wat heb je aan? Ja, toch. Nee, rippertje. Nee, maar nou niet. Ik heb dus straks geen schaartje. Ik heb verkocht met vak voor winst. Ik heb hem voor 50 gekocht, ik heb voor 65 verkocht. Oh, wat heb je verkocht? Ik kan het niet halen. Ik ben kop. Hacker. Huh? Ik ben 1000. Hai, nou, Asja. Nee, kom op. Dat moet gewoon opgelost worden, man. Join even die porto dan. Join even die porto dan. Je hebt
Ja. Dat is een ding is. Ja. Zes dagen nu, hallo dan. Zijn we weer. Ja toch. Turkey. Altijd jongen. Ja man. Ik heb het week aangenomen. Ga er maar even. Ga er voor het weekend maar vast klaar voor zitten. Ja, ik heb het al gehoord. Ik ben er helemaal klaar voor, jong. Ik wil een nieuw record neerzetten. Wat was het er mee? Dus dan weet je het vast. Ja, je staat nou niet op. Nee. Ik weet niet waar de. Hoeveel staat de eerste nu? Op 11. Oh, no. Maar die gaat ook door, hè? Ja, dat maakt niet uit, maar van het weekend heb ik versterking, ja. Gelukkig heb ik dit nog nooit meegemaakt. Een vriend van mij heeft 139 portefeuilles gehad in één keer. Om dit weekend alles voor aan te nemen, jongen. 139? Zeg je? Ja. Ik ga mijn best doen om dit weekend een loodsleuteltje. Ja, toch? Dus dan kan ik zoveel mogelijk aannemen. Dat komt echt wel goed. Jawel. Maar even geld maken, jong. Ja, zeker. Waarschijnlijk heb ik na dit weekend een trailertje. Is je nou ook op de bodycam? Ik ben zeker op de bodycam. Ik heb er nog 25 aan hangen. Hey mensen. Ja toch. Mooi man. Wat ga ik doen met jouw donogol? Ik wil sowieso een andere videokaart halen. Oh, deze niet goed? Ja, ik heb problemen met dat ik het gevoel heb dat ik heel veel FPS drop. En dat mijn kwaliteit achteruit gaat, terwijl ik een 12 gig kaart heb. Ja, dus ik heb hetzelfde probleem, man. Dat zou easy moeten gaan, zeg maar. Ik heb zo'n 3060 erin hangen, maar... Ja, ik ook. 12 GB. Ja, ik heb precies hetzelfde. Die van 400 nog wat. Ja, ik haal mijn FPS niet. 100? Maar ik vind niet heel veel. Nee. Hij dropt de hele tijd, man. Ik denk dat ik mijn gewoon meer wat heb je nu dan? Wat bedoel je? Oh, nu weet ik niet. Hoeveel FPS? Wacht, laat me even aanzetten. Ja, mijn bodycam vraagt... Ik heb nu 90, man. Ja, ik zit op 106. Ik heb veel RAM, ik moet denk ik alleen maar wat gaan aanpassen. Ik heb nou 110, nu heb ik 93. Ja, maar ik heb 1000 wat voeding erin. Ja, ik heb maar 600. Ja, maar dan snap ik wel dat je dropt. Ja, daarom. Dus ik moet die vervangen. Maar verder heb ik echt alles nieuw. Ja, dat kan niet anders. Ai, dat is wel weer jammer, Rick. laat ik het zo zeggen. Vanavond kwam ik erachter dat Diddlen mij ook al behoorlijk aan het volgen is. Want ik deed een dono bij hem en daar zei hij gewoon letterlijk van, ik volg je al vanaf het eerste moment. Omdat ik zo aan het grinden ben. Ja, en ik denk inderdaad dat ik de eerste ben die een 48 uur voor future pak. Dus dat zal ook nog wel wat bijzonder zijn. En we gaan hem gewoon rocken. Daarom morgenavond niet tot zo laat live. Dat ik wel een beetje slaap heb gehad. Maar we gaan hem zeker rocken. Zeker, 100%. Dan zondag tot 12 uur. En dan even een paar uurtjes slapen. En dan gaan we zondagavond gewoon weer lekker verder. Ik wil voor een 4070 gaan. Beta verwarst. Hey. Dus dat is het eigenlijk wel een beetje. Ja. Net in mijn rem gestapt. Ah, zo. Oké. Stream je voor het geld? Nee, ik stream voor de lol, jongens.
Kijk, geld is een leuke bekomstigheid, maar nee, ook zonder het geld heb ik mijn lol en daar gaat het mee om. Verschillen, man. Moet je niet werken in het weekend, Barry Bengel? Nee, het hoeft gelukkig niet. Dat is gelijk aan 91 ton of 90 ton. Ik ben onderweg. Geen idee. Krijg je 35 de plantje, man. Speciale pluktijden. Maar ik hoorde vanmiddag bij Martin in de stream dat de plekken gaan veranderen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop alleen niet dat ze dat dan deze week doen. Dan moeten we gaan zoeken tijdens de 48 uur stream. Nou, je hoort het uiteindelijk, kun je het via horen. Vaak bieden mensen ze ook te koop aan. Dus ...29,25 kilo. Op zich is het ook goed, hè, dat die plekken af en toe een keer wisselen. Ik zou ook nog het een en ander aanpassen.
In de APV staat dat pluklocaties wel op stream mogen, Rick. Alleen de kook mag niet op stream. Wacht even. Nou, ik sta zelf ook op de pluk. De laatste keer dat ik de APV daarover gelezen heb, puur voor het streamen, staat dat de pluklocaties en de... Er was nog een locatie, die mogen wel op stream. Laat je zo weten. Mijn verkooplocatie laat ik sowieso niet zien. Ik heb toevallig vanmiddag aan Matt in het een en ander daarover gevraagd. Verkooplocatie mag sowieso niet. Dus daarom net ook eerder in de bodycam heb ik een scherm even op zwart gezet. Om te voorkomen dat voor het kloppen de NPC zichtbaar zou worden. Ja, dat mag natuurlijk ook. We gaan het zien. En anders gaan we een andere manier van content maken. Dus er is genoeg wat je kunt doen. Weet je, het moet gewoon duidelijkheid zijn, dan komt het goed aan. Wat zei je? Ja, toch. Kom maar aan. Ja, toch, kom maar. Wat vinden jullie, chat? Ben ik voor bijna 1400 van deze tonnetjes opgelegd. Ik heb die gasten nummer nog steeds. Misschien even via een ander nummer bellen en hem dan gewoon voor de keuze stellen. Of nou betalen of hem gewoon neermappen. Yo, Asha, welkom terug, man. Gewoon even payback doen. Lekker, man. Goed bezig. Nee, mag dat niet? Ik weet niet, hè? Oh, rustig. Maar hij mag wel gewoon 1400 tonnetjes even afnakken, zeg maar. Moet ik meer killen?
moet ook nog. Ja, kan wel. Denk ik. Ja, ik heb me daar ook verder nog niet op ingelezen hoor, dus... We gaan niet metagamen, jongens. Je kan mij gewoon in-game ook gewoon bellen, Stevie. Ja, nee, top, dankjewel, Winston. Ja, dankjewel. En tot snel, Winston. En welkom ook. Ja, screw. Dus ja, ben ik weer. Welkom, man. Zijn nummer nog steeds even in mijn telly zetten. Ik heb hem wel opgeschreven, dus ga ik zo ook even doen. Ja, ik heb nou vanavond heb ik twee eilandvoertuigen gekocht, dus nou kunnen we daar ook mee bezig, ja. Zeker. €147, hè? Hoe kom je aan dat geld, jongen? Het geld gaat hard op. Maar dat zeg ik, heb ook weer twee eilandvoertuigen gekocht, dus ja. Hoort erbij. De volgende is dat het kwikcellen van die dingen en zo. Ja, daar moet ik me ook eens in gaan verdiepen. Weet je hoeveel mensen dit aannemen? Tijdens mijn 48 uur stream ga ik op pad met Bonku. En hij heeft het erover dat we die dag voor een trailer gaan en een Emily. Dus ik ben benieuwd. Normaal, Tim. Ja, maar dat zijn dingen, dat moet ik gewoon gaan ontdekken. Maar ja, sowieso, dat stukje, dat heb ik sowieso. Ik weet hoe dat met wiet gaat, met kloppen, maar zo'n kwikcel en zo, dat heb ik allemaal nog nooit gedaan. Ik weet niet eens waar ze staan.
vol met koop. Dus met zakjes, wat levert dat op? Gemiddeld. Ja. Bijna. Ja, ik heb de eerste 110 k wit gewassen vandaag. Hey Mootje. Welkom man. Zo waren nog geen rippers jongens. Ja, zeker alles goed, zeker. Hoeveel kilo kan er in de muil? Ik weet dat er 1400 van deze tonnen in gaan. Hey, pak deze ook gelijk op, kom. Hey, Swift, rustig aan, man. Tot morgen. Tot straks. Berry, jij kan ook iemand rippen. Hey, je hebt een ex, ja. Maar ik moet dat eerst een keer doen met iemand die daar ervaring in heeft. Ik heb dat nog niet eerder gedaan. Dus ik wil even een goed voorbeeld hebben hoe dat... Want ik weet weer, ik ga dingen over het hoofd zien of zo en dan... Ja, dan dat. Berry Strijder. Hallo dan. Ja, ik weet het. Ik ben er ook voorzichtig mee, hè. Alleen gebruik als je echt nodig hebt, zeg ik altijd maar zo. Het gaat lang door. Zal hij nou zo wel op zijn? Vijfenvijftig. Jongens, als je dat soort vragen wil weten, vraag ze alsjeblieft de volgende keer in de game.
Precies. Het is ook gewoon lastig, weet je, want je wilt heel graag antwoorden en af en toe schiet het er ook gewoon uit. Dat je zoveel tegelijk doet. Onder bladeren heb je 800k? Waarvan? Bij coke? Nee toch? Ja, volgens mij is coke 50 euro per blad. Maar goed, dat kan, ik weet het niet. Ja, ik wou zeggen, 89k of 800k, er zit wel een behoorlijk verschil in. Ja, ik ben benieuwd. Weet je waar ik bij iedereen een beetje tegenaan loop? Als je grote aantallen verkoopt, die prijs gaat niet omhoog. Dat vind ik wel jammer. Klopt. Ja, maar ja, omruilen en dan. Dat stukje daarna, dat is iets wat voor mij nog onbekend is. Ja, maar het cellen bijvoorbeeld, dat is wat ik net al zei, dat heb ik nog helemaal geen ervaring mee. Ah, je gaat lekker lang door, hè? Barry, weet je welke dag het vandaag is? Wat zeg je? Weet je welke dag het vandaag is? Dinsdag.
Nee. Nee? Nou, vertel. Welke dag is het dan? Ja, zeg maar. Nee, zeg juist. Waarom moet ik dat zeggen? Dunnerdag. Het is dunnerdag. Lekker man. Ja, maar dan moet je een loods hebben. Loods kost klauwen voor geld volgens mij. Ja, volgens mij zijn dat dingen die je ook op stream sowieso niet mag gaan laten zien, dus dat is klote. Hoezo heb je een band dan, Marlon? Thank you.
Nee, ik ga even een paar mail bij elkaar sparen en dan ga ik wassen. Oh, ik heb weer geluk gehad. Als ze mijn auto niet mee hebben genomen. Weet ik, Besje. Ik krijg ook speciaal tarief bij jullie, is te geregeld, of zal geregeld worden. Komt altijd goed. Ja, dat Yo, Piet P. Hahaha, grapjes. Nee. Kijken. 3. Ik zag Link van Tom, ja. Allemaal strijders, jongens. Allemaal strijders. Zo. Ja, wat wou ik doen? Ik wil even kijken hoeveel er in mijn mule zat. Ik kom graag op stage bij iedereen, jongens. Ik vind dat een leuk concept van content. Ik ben bij de normale car dealer ben ik van de week op stage geweest. Dus als ik gewoon een uitnodiging krijg, dan kan er zeker naar gekeken worden.
dus Portoberry. Ik kan wel. Oh ja, toch? Moot zit hier ook in of niet? Weet je ook iemand die nog, nu nog inkoopt op meth? Of niet? Ik ga nou mijn zo wegbrengen, dan heb ik weer ruimte. Ja, toch. Aan wie breng jij weg dan? Ja, dat laat ik voor mezelf, man. Ja, dat wil je niet goed zien, hè? Ik hoor het alweer. Nee, zo werkt dat gewoon. Oké. Okay. Hallo, mag ik er nog even 1000 bij je brengen? Polito Garage is nu kan komen? Zou fijn zijn. Polito Garage? Ja, ik zit op Sandy, maar ik kom met mijn Porsche en dan moet ik ze er even uittrekken. Welke die mannen... Van, die grote man. Die grote, die aan de doorgaande van weg. Moskou. Ja, van ja, Moskou. Ja, ja, precies. Kom, ja, kom ik die kant op. Ik heb een deel in mijn mule en een deel in een ram. En dan volgens is mij goed, is doen dat we dat. Het. Yo, kom eraan. Jojo. Jojo. Besje. Maar als je nog leuke actie weet voor tijdens die 48 uur stream, dan mag je het ook even aangeven. We willen er een echt een volle actie, volle stream van maken en het plukken een beetje gecombineerd, zeg maar. Ja, komt zeker goed. Maaien. En hele goede avond, Henrik. Henrik. Wat staat hier allemaal, joh? Guy. Hallo. Ik moest je toen een keer 2k geven en nu heb je lijpenmul. Wat heb je? Ik had je toen een keer 2k gegeven. Nee, mij niet hoor. Wees me niet bang. Wel, toen je nog in die kever zat. Ja, mooi hè. Hey jongen. Hallo dan. Oh ja, jij was het wel hè. Je hebt mij toen 2k gegeven toen ik echt helemaal geen geld had. Ja, het gaat nou wat beter man. Lekker man. Dus hoe gaat het met jou? Ook wel goed. En lekker leveren bij Moskou. Ja, ik zit nu bij de Travelers, bij Darky naast je. Oh. Beetje afwisselen, hè? Anders gaan jullie ruzie maken. Wij doen alles bij jullie. Dus uiteindelijk komt het gewoon weer bij jullie terecht. Lekker man. Ik kom bij de grote jongens terecht. Dus, ja toch. Waar heb je ding staan, Dark? Ja, ik moet even wachten op Luca, man. Ik heb zelf geen ruimte, dus je moet alles snel van mij. Ai. Die is nou van iemand anders wegbrengen. En dan is hij er weer. Nou, helemaal goed. Wat zeg je? Ik heb straks even lekker een nieuw wapentje erbij gedaan. Wat heb je gedaan dan? Ik heb mijn mails, die had ik, ja, omgeruild met een tonnetje voor een Mac 11. Lekker man. Die heb ik zeker even lekker nodig. Lekker man, ik ben vanavond een FireX rijker geworden. Oh, netjes, netjes. Die heb ik gekregen. Oh, lekker. Dus ja. Luca is nu een beetje weg gaan brengen en dan zometeen moet ik even aannemen van Barry en dan bestellen. Ja, hier zo zit een beetje in. Ja. En dan heb ik een volle ram. Maar ja, dat moet ik verwachten, want die jongen daar moet aannemen. Ja, maakt niet uit, rustig. Ja, die doet alles mooi zijn lood, want ik heb zelf geen ruimte. Ik zit helemaal vol weer. Wat raar nou. Nee, voor mij heb ik alleen 1 ram vol hierbij. Maar ik ga even voor de zekerheid kijken.
als je er bent, stuur me een bericht. Die middels die zit vol en hier zit er iets van 100 en zoveel nog in. Ik ga de laatste ram ook nog even pakken. Ja, toch? Yo, yo. Pak jij maar eens. Ja. Je kan ook nu die zakjes krijgen en verkopen nu aan Dark voor 160 per zakje. Ja, maar ik ga ze zelf opsparen. Oh. Dat is coke toch of niet? Of wat heb je? Of is dit ecstasy? Ik heb ecstasy voor jou. Nee, ik heb als een coke, maar je doet ecstasy. Ja, maar ik ga nou ook met coke verder. Ik doe allemaal. Oh. Ik doe wiet, coke, ecstasy. Ik heb vandaag 2 eilandvoertuigen gekocht, dus ik kan weer door. Welke voertuig heb je gekocht dan? Ik weet die namen niet, joh. Een soort buggy en een dichte auto. Oh. Ik ga slapen, hey, slaap lekker, man. Ik ben lekker aan het verkopen, man. Ja, moet toch ook? Lekker doorgaan. Yeah. Ik was die paarse Porsche. Lekker, man. Yo Jochem, welkom. Is Mootje ook nog in deze potten of niet? Hey Barry. Peters. Kijk mijn outfit. Ai, nah. Nee. Ja, ik ga deze wel veranderen. Ai, nah. Hoe past die haar goed bij jou? Ai, nou. Het enige wat we gaan doen voor de 48 uur stream is zoveel mogelijk mensen om die rode koep te krijgen. Ja, man. Kijk, ik heb dit die wel specifiek voor jou. Ai, de nou. De naam is Barry Bengel. Ja, 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 ja. Nee, dit moet ja, niet maar erger die haar worden. Gaat niet echt niet op mijn hoofd. Ai, nou. Hoe lang speel je al? Ik heb 6 dagen... speeltijd nou. Hey Barry, succes. Ja, dankjewel. Yo. Yo. Dikke vette peace. Yo yo. Yo yo. Wat zei je? Yo yo. Ja toch. Lekker man. Lekker. Gaat het met zaken? Ja, goed. Beter dan die kever, hè? Ja, joh. Veel beter. Ik heb nou een leuk wagenparkje. Ja, ik zie het. Is het allemaal voor jou? Nou, ik heb nog een Dodge. Ik heb nog een Porsche Taycan. Tering. Een Africat. Je wil flink lopen sparen, hè? Ja, veel gespaard, maar ook veel geholpen door mensen. Lekker, dus, lekker. Veel gegund. Ik heb een boot, ik kan naar het eiland. Ik heb vanavond 2 eilandvoertuigen gekocht. Welke dan? Dus ja, ik ken die namen niet, joh. volgens mij kon ik 400 en 800 planten of zo, weet ik het. Oh joh, schoon genoeg. Ja, daarom. Dus dat hebben we nou erbij. Nou, boot had ik al. Ik heb gisteren nog een jetski gehaald.
Ik ga denk ik ook binnenkort verhalen. Dus ja, ik mag kan niet Kan ik vragen. Even kook persen? Ja, krijg je daar de tijd voor op het eiland? Wat ik een beetje begreep is dat wel een dingetje. Nou, hij is elke dag om 8 uur. Ja? Is hij actief, zeg maar. Oké. Okay. Maar ja, je moet wel oppassen, want er zijn wel mensen aan het hunten daar, snap je? Ja, dat is wat ik bedoel. Maar die dingen leveren wel geld op. Ja. Dat moet ook. Moet ook geld opleveren. Ja. Ja, toch? Ja, die jetski die heb ik eigenlijk meer voor een maatje gekocht. Die komt altijd later als mij in de stad. Ja. Maar alles wat hij plukt en zo, dat geeft hij aan mij. Ja. En uiteindelijk pakken we het samen op. Dus als hij dan later in de stad is en ik ben op het eiland, kan hij toch naar het eiland komen. Dus als hij de volgende keer er is, moet ik even die jetski op zijn naam zetten. Dan heeft hij gewoon zelf in zijn garage. Ja, en dan kan hij eventueel ook gewoon naar het eiland toe. Ja. Dus maar ja, we timmeren hard aan de weg. Even kijken wat hun aan het doen zijn. Jij hebt laatst het wel allemaal volgertjes, hè? Ja, mooi, hè? Ja, ik zag al een jochie net rondlopen met jouw outfit. Ja, dat gaan we van het weekend introduceren. Ik zag dat. In de 48 uur stream wil ik kijken hoeveel mensen zo'n rode koep opzetten. Nou, dan ga ik zeker een rode koep voor je opzetten, jongen. Oh. 48 uur stream? Ja. Ja, die jongens gek, jongens. Bent u zo'n bodycammer? Ja, Barry, ik ben nou ook aan het bodycammer. Niet. Ik sta tegen... vanavond heeft It's Dev Tom mijn bodycam in het contentkanaal gedropt op de gemeente app. Hoe heet je dan? Barry Bengel. Barry Bengel's boy. Hij gaat Barry fucking hard kijken. Op YouTube of... Ja, YouTube, ja. Zeker. Ik zit nou drie dagen geleden, ik zag nog Road to 100 en dit is Road to 500. Ja, die is alweer veranderd. Broer, het gaat echt heel hard. Broer, ik weet nog, ik zat laatst, volgens mij afgelopen weekend, ik zat een stream te kijken, misschien... Het was 18 euro gedoneerd. Ja. Ik kijk vandaag volgens mij al iets van 250 euro of zo. Nee, zoiets de of doel zo. Is 250. 140, 140. Ja, 140 euro of zo. Ja, broer. Broer, die man die is nu gek aan het doen. Dan gaat hij OV doen met de fiets. Ja, zeker. Oh, hij krijgt binnenkort, content creator. Hoor. Maat, ik was bijna aan het kijken toch maandag. Hij had 33, 55 subs en nu heeft hij gewoon 400 nog. Letterlijk, dat ja. Ook. Oh, hij gaat weer op slot. Barry, hij gaat binnenkort toekom maken ook nog in het echt van die auto. Deze is ook altijd op slot. Allebei op slot? Deze niet. Nee, deze niet. Future Ride, die geeft hem een 8 Future. Die andere wel. Ja, oké. Okay. Nee, maar iedereen hier ook bij diezelfde jongens. Dus. Dat wordt even gehaald. Jeff. Hey. Wat? Die is leeg. Hey, je moest niet op slot doen, jongen. Nee, maar dat komt omdat ze te dicht bij elkaar staan, man. Oh, dat is niet goed. Wacht, doe maar eerst deze. Ja, ik zet deze even. Hey, denk je dat Cryptex het goed gaat vinden als ik aan van deze week 4500 zakken in de loods heb liggen? Nee, ik denk. Wat doe je? Wie heeft hem? Hij heeft 1 miljoen gekregen van de Lost. Blijft hij nou open? Of niet? Perry, wat was dat nou? Gewoon 1 miljoen toch? Of ja, ik hoorde ook iets met dat je een mule had gekregen. Ik heb een mule gekregen, ik heb een 1 miljoen gekregen. Lost. En ik heb een, hoe heet zo'n ding, een dinky boot? Hoe dan? Heb ik ook gekregen van de Lost. Ja, ze wouden dat waarschijnlijk gewoon dat hij koop voor hem ging plukken. En daarom gaven ze dat zodat hij koop ging. Lukken zijn we voor een nieuwe opdoen. Maar dat die is, Jeffrey, die is jij weet ook waarom. Omdat deze die man, die is klaar. Speelt, ja, die heb ik net al gedaan. Hoeveel heb je er nou in zitten? Dus nou? Hij levert echt veel. Hij levert gewoon even, ja, even voor jullie. Gemiddelde groep. Voor jouw beeld, die meneer die daar staat, die was vorige week heel blij met mij. Maat, ik zou even zeggen, heb ik deze jongen in 3 dagen heb ik al 9 kartonnen van hem aangenomen. Jongen, jongen. Ik ben begonnen met 2 ton en ik zit nou bijna op de 9 door die jongen. Dus. En met een paar andere klas. Deze normaal. Jongen is wel echt de meeste van ons in onze groep. Maar Perry, maandag had hij gelijk, wat was het, 4240 ton? Nee, 4500. Maar 4500. Perry,
Ja, dat ben ik. Heeft de los zeg maar ook tegen jou gezegd dat ze liever willen dat je dan koopt voor een ticket of niet? Nee. Maar dat was waarschijnlijk wel een intuïtie. Dat was wel een intuïtie, maar ja. Weet je, ik ben eigenlijk met iedereen vrienden. Dat is hier ook weer, zoals met hun. Dat ik lever bij hun, maar ik lever ook gewoon naar Masco, allebei. Maar doe je wel coke of niet? Dus, nou, ik ga nou met coke beginnen vanaf nu morgen. Nu het vol, man. Maar geen meth meer, of altijd coke, tegelijk. Meth, wiet en coke ga ik doen. Ja, wiet moet je niet doen. Wiet is wel goed, jongen. Ik heb vandaag ook 20k gepakt op zo'n klei over. Hoeveel? Ah, ja, ja. 20k ongeveer. Dat is klein in 10 minuten, hè? Ja, dat is klein geld. Ik heb het zelf verpakt. Sam, voor Perry is dat klein geld. Hij bedankt voor het abonneren, man. Bijna andere weet je, zoals wiet, als de pluk actief is en ik heb niks te doen, dan pluk ik zelf ook gewoon wiet. Ja, ja. Maar als ik wat anders kan doen, dan koop ik het gewoon in en verkoop ik door. Dus gewoon doorschuiven. Pak maar, je 2, 3 Barry, euro en dan ga je weer door. Hoe kan het? Hoe kan het dat je nog steeds die miljoen hebt? Dat je het niet uit hebt gegeven? Broer, als ik dat op mijn rekening heb gezien. Nee. Ik ga serieus met mijn geld om. En ik investeer dat gewoon weer in wat ik wil bereiken. Euro? Ja, heb ik. In wat investeer je dat dan? Nou, ik ben begonnen met witwassen bijvoorbeeld. Dus dat is ook weer een dingetje. De gisteren. Ja, toppie, dankjewel man. Ja, toch? Dus dat daarin. Ja, dat is echt ik heb een 48 uur stream en Bonko van de Los die zegt van ik ga met 48 je... uur? Ja, dan ga ik vanaf vrijdagmiddag 12 uur tot zondagmiddag 12 uur ga ik 48 uur streamen. Ga je dan ook op je stream slapen of zo? Nee, natuurlijk niet. Gewoon door. Wat? What the fuck, bro. Maar die zei van, ik ga met hem op pad, we gaan even actie beleven en we gaan minimaal voor een trailer voor mij en een mili erbij op de bank, dus... Zo, dat is gewoon bijna 2 miljoen dan. Dus ja, dat... beetje grinden, noemen ze dat. Ja, lekker bezig, jongen. Kijk, hey, Jeffrey, ik zie wel weer wie we even moeten pakken binnenkort. Nee, man. Ja, maar kan ook andersom, hè. Kan jullie ook pakken, hè. Kijk, hè. Damien. Barry. Dus. Barry, ik zeg je één ding, voor de mensen die in jou, op jouw polycamp kijken van Akatsuki, 6-0. Ja. Nee, maar kijk, weet dat? Ik zag hem toen een keer in de cave, het kwam hij naar me toe, om te vragen of ik geld had. Ik heb toen die 2k gegeven, jongen. Dat was de eerste dag dat ik echt was. Ik krijg van iemand geld. Ik ben OG. What the fuck, iemand stopt mij gewoon geld. Wow. 5600 nog wat. Maar dat doen ze alleen maar zodat je geld. Nee, nou geld hebben ze terug mij. Nee, maar ik zie al wat er gebeurt. Ik zie al wat er gebeurt. Ik weet niet wie het was, maar ze hebben mijn saldo op de bank weer precies op 1,1 miljoen gezet. Hé, mijn naam mag ook wel naar de 1,1 miljoen op. Lekker hè. Dus nee, maar wat dat betreft, het gaat echt. Laten we eerlijk zijn, het gaat gewoon enorm snel. Nou man. Dus, maar ja, als ik de zoals tijd gisteren had die jij bijvoorbeeld, zeg maar, wat ik met jou had, dat jij mij 2k hebt gegeven, dat was voor mij al een heel bijzonder moment. Ja. Maar gisteren heb ik gewoon op mijn livestream, kwamen we iemand tegen, die was aan het lopen, ik zei, wil je lift hebben? En die wou een lift hebben en die bleek op dat moment net geript te zijn voor 70k, want hij zou iets kopen, iets van een mesje of wat dan ook. Maar hij had nog 2k op de rekening en dat was alles wat hij had. Hij had niet eens een auto. Nou, toen ben ik naar de car dealer gereden, ik heb een kever gekocht en die heb ik zo overgeschreven op contract van alsjeblieft. Vermaak je ermee, wees zuinig op het zorg dat je geld gaat verdienen, weet je. Ja, dat is mooi man. Als je het geld hebt, je kan het aan mensen geven die het nodig hebben. Nou ja, weet je. We hebben ook wel gewoon van die mensen die gewoon bij mij komen van, joh, maak eens even geld naar me over. Ja, dat moet je niet doen. Weet je, werken, iedereen moet ervoor werken, zeg ik altijd maar zo. Maar dat is wel gewoon een grensie. Dus dat een beetje. Ga je vanavond nog lang door dan? Nee, ik ga zo lekker naar mijn bed. Ik moet morgen op tijd eruit. Wil ik jou naald doen? Ik ga ook lekker naar mijn bed. Dus ik moet morgen weer naar school. Nee, ik niet. Ik kan morgen vroeg even oppassen. En dan daarna ga ik naar huis en dan ga ik de bodycam starten tot ik denk een uur of 11:30, 12:00. Zodat ik in ieder geval van donderdag op vrijdag wel een beetje een nacht heb. Ja, dan gaan we vrijdag om 12 uur beginnen met de 12 uur stream. Of met de 48 uur stream. Jongen, dan weet je hetzelfde niet meer. Maar, ja, maar van vrijdagmiddag van 12 uur tot zondagmiddag 12 uur? Ja. Ja, twee ringen. Dus, dan zou ik het gewoon een 60 uur stream dan maken. Dan hoop ik dat die meneer daar, dat hij gewoon
veel ruimte heeft. Ja, maar het moet want best, ik heb een, ik heb een streven dat ik minimaal 20, 25k tonnen wil leveren. Ja, ik hoor het al, ik ga heel dit gebeld worden. Hé, hey, Barry, dus, waarom doe je geen 60 uur stream dan? Nee, want van vrijdagmiddag, als ik het zou doen, had ik van vrijdagmiddag. Ik ga het zonder slapen doen, hè? Dus ik ga kijken hoe de 48 uur bevalt. En als die bevalt, dan doe ik er weer 24 bij op. Dus dan wordt de keer daarna wat 72 uur. Maar Barry, je kan ook een slaapstream doen, hè? Nee, dat is voor leuk, mietjes, man. Dat vind ik ook leuk. Nee, dat vind ik leuk, man. Nee, vind ik leuk. Dat vind ik geen stream. Dat vind en, ik dan, en dan dat we dat kunnen doneren. En dan word je in één keer gewoon bombakker. Ja. Dat is leuk, man. Of de eerreep of zo. Ja. Ga je alleen maar de buren pakken? Ga je ook misschien andere... Weet je, kijk... Nee, ik ben wel het type van gewoon wakker blijven. Gewoon, tuurlijk, zal ik echt wel vrij weer mogen die laatste uren. Maar nee, ik wil het eigenlijk gewoon zonder slapen doen. Het laatste uurtje ga ik zeker even komen. Is het 48 uur acht future of is het ook gewoon... Nee, ik ga echt 48 uur op future. Maat, 48 uur. Als ik om 6 uur nog achter mijn computer zit, maat, dan worden mijn ouders helemaal gek. Ja, maat. Ik denk dat ze straks al mijn kamer in komen, maat. Ik heb het ook het gevoel dat mij in elk moment kunnen komen. Ja, maar gisteren ook. Ik was tot 2-3 uur of zo, maar dat kwam omdat we die Akatsuki aan het pakken waren, toch? Nee. 6-0. Ik was... Ja, 6-0. Dus ik ging 2-3 uur slapen. Ik moest in de ochtend om iets van 7 uur mijn bed weer uit. Maat, ik ben niet naar school gegaan. Maar mijn moeder weer helemaal boos. En ze praat nu niet eens meer tegen me. Ja, soms heb je dat. Ik had maandag hetzelfde, man, tot 4. Ik was vannacht rond tot 4:10 of zo. Toen ben ik de stad uitgegaan. Dus Barry, heb je er nog iets van meegemaakt hier in Palito? Hoor je een paar schoten? Ja, we hebben sowieso wel meer meegemaakt. Dus, wat dan? Nou, ik was met Bunko onderweg. En we waren bij gijzeling aan het kijken. En toen uiteindelijk bij het ziekenhuis... hoe heet dat? Toen dachten ze dat hij aan het schieten was. Toen hadden we in één keer de hele hut achter ons aan zitten. Had hij wat op zich? Ja, op dat moment had hij ook nog wat op zich, dus we moesten ook wel weg zien te komen. We zijn ook weggekomen. Alleen het was zo raar, jongen. Iedere keer als hij kwam aanrijden, maakte niet uit, je was van auto. Er was zo'n Camar, die begon gelijk te emen op hem. Nou ja, dan weet je gewoon dat je gewoon gestreamsniped wordt, weet je. Ja. Nou ja, en gistermiddag werd ik gevdm'd op de plukplaats van het wiet. Dat was ook al zoiets. Die kwam gewoon met een normale... Ja, gewoon streamsniper. Ja, die kwam met een normale auto daar al rijden en die jaste hem hartstikke dood. Maar ja, die had niet in de gaten dat er al een godje boven me hing. Dus zo, Barry, dan ben je wel speciaal. Dat was, in de gaten gehoopt, ik. Dat was echt binnen 5 minuten, want er werden echt gewoon 8-9 man gevdm'd. Ja, binnen 5 minuten was alles gerevived. Dus, en toen zag je ook echt van die en die is op vakantie gestuurd. Dus daar werd wel echt op gehandeld. Ja, daar was maar wel heel blij mee. Een godje of niet? Nou, dat nog niet. Nu ook erg, denk ik, man. Nog niet, denk ik. Ja, staat het Defton is bij je neus. Ik heb nog geen dingen, hè, dus... Ja, maar ik denk dat je wel veel in de gaten... Ja, sowieso. Ik heb vanavond had ik bij Dylan had ik even een donatie van 5 euro gedaan. En die begon gelijk van, ja, ik volg je al. En als je in Apeldoorn woont, dan wil ik wel even een keer een foto met je maken. Zeg nou... Maar waarschijnlijk ben ik ook gewoon de eerste die officieel 48 uur gaat streamen op Future, hè, dus... Nou, Barry, als ik echt een goede PC had, had ik nu al gestreamd, dan had ik even 60 uur geknald, maar... Ja, maar... Barry, woon je in Apeldoorn dan? Nee, ik woon dichtbij Apeldoorn. Oh, ik woon wel in Apeldoorn. Dus ik heb ook een roleplay staat die Apeldoorn RP heet, yo. Die is van mij. Dus, is het bij jou? Ja, maar dat doe ik niks mee. Maar voor uurtje, ik weet niet, man. Ja, af en toe komen er nog mensen op. Dus Die doet geld mee. Oh ja, anders moet je me zo nog een keer bellen. Die doet geld mee. Of morgen. Nee, zo alleen maar voor de lol. Hey, mijn boys, ik ga even zoeken naar dingen en anders ga ik slapen. Ja, ik ga de stad uit. Rustig aan, jongens. Ik ga even mijn autootjes wegzetten. Ik ga de stad uit. Ik ben kapot. Goedendag, amigo. Welkom. Even kijken, je wou weten hoeveel mensen er... Zeventig. Ja, zeker lekker rustig.
Barry, mag ik even instappen? Ik heb geen GPS op me, dus ik moet even kijken. Oh. Ja, deze weg kan ik wel kijken. Oh, ik wil zeggen... Oh, hij heeft geen huis in de vuist, hij zit grappig. Ik wil zeggen, je mag ook anders wel een GPS'je hebben. Hoe lang speel je al? Ik heb nou 6 dagen speeltijd hier zo. Rasta, 70 staat er net op. En op 5M, dit is eigenlijk ja, mijn eerste het eerste stuk dat ik 5M ervaring op doe. Dus, zitten er nog mensen in de potto? Ja man, ben weg. Ben je alles al kwijt? Nee hoor. Ai, nee. Dat is wel kut. Ja man, maar kom voor, ik heb nog genoeg ruimte. Ja, ik wil zeggen, heb je genoeg ruimte? Want ik ga zo de stad uit. Anders moet je even droppen, dat bedoel ik. Oh. Ja, ik gooi mijn app bij me vol en we zien wel. Ja, oké. Okay. Nee, ik ben hoe heet het? Ik ben mijn tonnetjes weer kwijt. Dus ik ben mijn tonnetjes alweer kwijt. Het enige wat ik nou nog heb, is vooral van die groene dingen. Dus ik moet even inventariseren hoeveel dat is. Maar voor mij heb ik ook al wel weer 1000 plantjes of zo. Oh, lekker man. Dus ja, een beetje doorkrijgen, hè. Precies. Ja, van het weekend gaan we weer flink krijgen. Oh ja, maar ja, weekend ben ik er niet, man. Paaspop. Nee, van het weekend heb ik 48 uur stream, hè. Dus, Ja, nee, mooi, hè. Maar ik ben er niet dan. Ik ga heel weekend zuipen en feesten. Geen probleem. Ja, daar moet je ook van genieten, toch? Ja, man. Dus nee, ik ga 48 uur streamen. Ja, en ik wil eigenlijk kijken dat ik de 20.000, 25.000 tonnen aan kan tikken. Wat zijn 25.000 tonnen? Ja, meth. Ja, wel veel man, ik weet niet of het wel halen. En om heel simpel te zijn, ik kan nou ook natuurlijk op het eiland kook doen. Dus ik moet sowieso even gaan denken wat de weg een beetje gaat worden. Nou, kook doen man, dat is beter. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ik heb vanavond, dat zei ik al, hè, ik heb 2 eilandvoertuigen erbij gekocht. Ja. Ik heb nou ook echt vervoer op het eiland, want daar liep ik tegenaan. Ja. Dus dat scheelt dan ook alweer. Heb je ook opslag? Wat heb ik? Opslag. Op het eiland? Ja. Nee, ik weet nog niet hoe dat in elkaar zit. Moet ik nog even naar kijken. De auto's nu, daar kun je het ingooien. Jawel, maar daarna moet ik het ook nog meenemen naar land, hè? Oh, ja. Yeah. Dus sowieso even kijken. Dus maar gaat wel goed komen. Ik ben positief, dat gaat het doen. Zolang je positief bent, is het goed, hè? Precies. Dus En moot je de stad al uit dan? Ik denk man, dan reageer er niet meer op Porto. Oké. Nou, ik ga even kijken wat ik hier nog aan wiet heb. Nou, ik heb hier ook al 435 wietblaadjes. En ik heb in mijn muur ook nog 900, dat is ook alweer 1300. Frisse koep, ja toch? Yo, Ping Ping, welkom man.
Schiet je ook wel eens? Nee, nog niet. Ik heb nog geen, geen pistols. Ik heb inmiddels wel twee fire axes en een knuppel. Amigo is geabonneerd, dankjewel. En welkom. Ja, het gaat hard. Ik krijg gewoon 1000 euro aan boetes even weg. En, het gaat gewoon door. Gewoon lekker bezig inderdaad. Ja, in die 48 uur ga ik heel veel dingen doen. Er worden momenteel op de, achtergrond wat leuke scenario's voorbereid ook. Dus oh. Oh, dat mag. Hoppatee. Niet eens een lampje, mooi zo. Ja, ja, ja. Safi, ben je nog op het, of ben je nog in de stad of niet? Zo ja, dan ga ik je even bellen. Dat is misschien makkelijker. Hallo? Waar ben je? Ik ben in de stad een beetje kort doen. Oké. Okay. Moet ik even kijken, ja? Of dan kun je in Paletto zijn. Ik kan wel. Ja, ik kan wel bij je komen. Ja, kom maar. Yes? Ik kom nu wel. Zo. Kijk, deze opslag is zo goed als leeg. Dat is wel. Kijk. vier. Eentje gebruik ik eigenlijk alleen niet meer. Alleen daar staan nog dingen in. Dus die moet ik morgen even overhalen. Dan ga ik die af opzeggen. Want die betaal ik 5k per keer voor. Wel een mooie auto. Als je maar op slot staat. Goed zo. Dat is ook wel een duur auto, denk ik, of niet? De goedkoopste is iets van 900. De duurste 5. En die de andere twee die ik de duur... Die ertussen zit, die... hoe heet dat? Die zit op... 2800, 2700. Die auto gaat voor 2.8 RS6 Whitebody. Wow, yo, oké dan. Hoe centjes? Even kijken, ik wil even wat testen eigenlijk. Want er was iemand die zei wat over het geluid, dat kun je anders maken. Iets met focus of zo. Ja, ik huur nog, maar ik hoop eigenlijk dat ik dat, dat mijn streven is om na het weekend alles wat ik tot nu toe heb, dat ik dat gekocht heb. Dus, is dat? Yo.
30 zakken zijn in die garage. In welke garage? Auto. Ah, dan moet je even dat daar halen dan. Ja. Maar wat heb je vandaag gedaan, hoor? Weinig. Ik ben weinig in de stad geweest. Ik heb vandaag gaan zwemmen. Oké, ook lekker. Ja. Veel mensen zeggen dat ik vaak moet gaan zwemmen. Ja, dan moet je dat doen. Kom, we gaan naar de garage. Dan kan ik zo mijn bed in. Alles uit die kofferbak. Yes, toppie. Yeah, man. Wanneer kom je naar mijn eiland dan? Wat zeg je? Eiland. Ja, bij Bonaire. Ja, wat moet ik daar dan? Wat moet ik bij Bonaire, man? Caribisch gebied, ja, mooi en weer, elke dag. Zo'n kook doen, ja zeker. Ik heb vanavond eilandvoertuig gekocht, dus we kunnen nou wat meer. Ik ga even gauw wegbrengen, ja? Ik heb vanavond al even geplukt toen we op het eiland waren. Kijk. Ja, weet ik, maar er moet er wel eerst een longving zijn en dat ding dat staat, die car dealer op eiland is ook leeg en zo, dus ja. Gaat goed komen, zodra die er is, dan gaan we daar zeker naar kijken en we gaan Twitter een beetje in de gaten houden. Zo, ik ga mijn auto wegzetten. Nou ja, weet je, en ik heb de boot ook nog eens gekregen, dus ik zal hem ook niet wegdoen, weet je. Dat zou ik zonde vinden. Gekregen is gekregen, daar moet je zuinig op zijn, moet je respecteren. En ik ben heel blij dat ik het gekregen heb, want het zijn wel de eerste stappen dat je ook wat op het eiland kunt doen. Yo man. Wat is er? Weet je dan op vraag, man? Waarom? Ja, save. 7. Zeewier? What the fuck? Broer, je zegt zeewier, heet je zeewier? Zeefie! Hey chef, mag ik er even bij? Nee, maar helaas. Jij niet. Ja, kom, dat vind ik niet aardig van je, man. Bij die linkerkant kan je wegzetten. Er staat nog een andere garage. Kom maar naar die rij. Wat zeg je? Er bestaat ook nog een andere garage. Doe maar naar die rij. Dat klopt, maar. Waar? Maar wat? Maar? Ja, ik zou dit graag willen. Niet meer en niet minder. Toppetje, man. Jullie gaan slapen, heren. Oh! Ik ga lekker slapen, ja. Zijn jullie van bloed? Zijn jullie van bloed? Jullie zijn broers, of niet? Wij doen met iedereen wat zaken. Nee. Wat zei je? Oké.
Dus zijn broers dan, of niet? Nee, over nee, wat voor zaken, niet. Over zeker wat voor zaken hebben we net als ja, de vraag. Ja, we doen van alles. Zoals? Ja, komkommerhandel, frituurvethandel, we doen echt van alles, man. Kopen jullie toevallig ook dildo's of? Ja, nee, die zitten nog niet in het assortiment, maar misschien is dat wel een goede markt om aan te beginnen, man. Ja, ja, nee, daar zou je veel geld mee pakken, ja. Ja, toch? Ja, ja, in deze stad heb je veel mannen die elkaar dik rijden, denk je die? Ja, ja, ik heb geen idee, joh. Ja, dus, nee, joh. Ik zou ook geen idee hebben. Nee, hey, ik ga er gauw vandoor. Ik zou zeggen, slaap lekker en bedankt, hè. We gaan fijne nacht, hè, heer. Hey, restaurant, man. Er ook vandoor. Yo, yo. Lekker, man. Nou, weet je, ik had net ook iemand die zei van, ja, dan heb je zoveel geld en je hebt nog steeds die 1 mil op je rekening staan. Ja, maar dat is gewoon een kwestie dat je dat graag wilt, weet je. Hey Perry. Hallo, ja zeker. Yo. Yo. Ik kijk jouw bodycam zelf in mijn hoofd. Beter. Ja. Beter, maar ja, dit is Barry zeker. Ja, lekker man. Zeker. Hey, succes dan. Hè? Hey, rustig aan man. Ik dacht dat je stad uit zou gaan, kerel. Ja, ik ga even mijn appartement en even wat dingen wegleggen en dan. Je wapentje of niet? Nee, wapens heb ik niet man. Moet je bijna kopen of niet? Dus nee, nog niet. Dat is nog te vroeg voor. Ik moet eerst even mijn centjes goed benutten en dan gaan we naar hoeveel dat soort dingen kijken. Hoeveel centjes heb jij dan? Wat zeg jij? Hoeveel centjes heb jij dan? Nou, dat kun je op mijn bodycam zien. Bodycam? Nou, ik doe niet aan metagame dus, helaas. Nee, maar dat is niet gelijk metagame, hè. Dat hoor je gewoon, kun je gewoon in je hoofd. Je bent op bodycam. Ja, bij jouw bodycam. Dus, no. Ja, het valt wel onder. Ik weet niet of, dan als ik vraag? Weet niet of het daar, ik weet niet of dat daar onder mag. Of dat daaronder valt, dat is een hele goede. Ja, als het goed is, mag dat niet. Want ja, je kijkt iets buiten de stad om in de stad te gebruiken. Ja, dat kun je, weet je, je kunt dat heel ver zien natuurlijk. Hè? Maar ik heb 1,1 mil op mijn rekening. Oh, dat is een hele mooie bedrag, dus, man. Ja. Ah, er is genoeg om een pisteltje mee te komen. Dus, maar je hebt misschien... Ja. Dus, wat is jouw bodycam trouwens dan? Barry Bengel. Barry Bengel, oh oké. Okay. En jij bent de streamer. Je bent Barry Bengel. Ja, zeker. I see. Dus, Ja toch, nou nog een fijne avond. Hey, Barry, hetzelfde. Jullie Barry ook, heren. Rustig aan. Is goed. Yo slaap lekker, heb ik. Hey, slaap lekker, hoi. Yo. Mannen. Weet je, het is altijd lastig met wat is meta en wat is niet meta. Even kijken. Ja, weet je, je moet ergens mee beginnen inderdaad. En ik heb ook een, maar ik ga niet te veel spenden, een beetje slim omgaan met het geld. Ja, klopt. Ja, ik begin ook een beetje met witwassen en zo, dus... Daar heb je ook geld voor nodig. Ja, zo wil ik langzaam verder bouwen. Ik denk dat het voor nu een mooie avond weer is geweest. Ik zou zeggen, iedereen die nog aan het kijken is, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het gezelligheid. Morgen vroeg ben ik niet op de bodycam. Morgen ergens in de loop van de middag, dan wordt de bodycam gestart. En dan zijn we zeker tot een uur of 11 denk ik wel in de stad aanwezig. Met alleen maar gezellige, leuke dingen. Wie weet wat we morgenavond allemaal weer gaan meemaken. Misschien morgenmiddag al wel. Vanmiddag was ik even bij iemand anders op de bodycam aan het kijken. Nou, er werd alleen maar gemaaid. Daar ging zo'n beetje het hele politiekorps werd neergemaaid. Dus dat was ook... Dus wie weet wat we eigenlijk morgen allemaal nog gaan zien. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, graag tot de volgende.